but it still feels right. We never get it right, but somehow it feels right. That's how I feel about ya. Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat jullie kijken. Welkom op het JDW. Wij hebben vanavond een vol programma voor jullie. Er zitten al twee gasten stiekem klaar. Maar eerst zullen we ons even voorstellen. Ik ben Stephanie Meijer. En ik ben, goedenavond, Frank Kooijman. Wat geef je ook weer, Frank? Aardrijkskunde, Steef. En jij? Ik geef muziek. En ik ben ook mentor, dat ben jij natuurlijk ook. Ja, allebei mentor. En vanavond geven jullie een klein kijkje op hoe wij ons thuis voelen op het JDW. En misschien voel jij je later ook wel thuis op het JDW. Frank, kan jij iets vertellen over wat we gaan doen en zien vanavond? Ja, nou kijk eerst maar een beetje. Ik hoop dat voor jullie thuis te zien is naar je omgeving. Dit is voor natuurlijk de aankomende leerlingen vooral. Er kijkt misschien van alles naar ons. Maar de aankomende leerlingen van harte welkom om een kijkje in ons mooie huis te nemen. Waar je je thuis kunt voelen. We hebben hier een fantastisch oud gebouw. Niet uit 1253 waar onze school vandaan stamt. Dat hoor ik wel eens van een leerling, maar dat is het niet. Maar ons gymnasium is al wel zo oud. De Latijnse school heette het vroeger, als ik het goed heb, tot het jaar 1953. En op deze school heb je behalve Latijns tegenwoordig natuurlijk allerlei vakken. Vroeger was het alleen Latijns, iets meer uitgebreid. Al zie ik wel hier aan tafel natuurlijk mensen die daar wel wat meer kennis van hebben. Het is heel belangrijk natuurlijk om een basis te leggen op zo'n gymnasium over de klassieken. En die klassieken die proberen wij zo goed mogelijk mee te geven. Ook als ondersteuning natuurlijk voor de rest van de andere vakken. Hè? Ja, dus. Zeker. Op de achtergrond hebben we nog een razende reporter, dat is Beertje. Die gaat vanavond vragen van jullie proberen te behandelen. En geeft ook een kijkje in de woonkamer van het JDW. We hebben hier zo aan tafel Otto Gradstein en Evelien Vos. Otto, jij geeft klassieke talen. Klopt. Ja. Latijn en Grieks. Nou, dat is volgens mij ook het eerste waar je aan denkt als je aan een gymnasium denkt. Ja, dat is natuurlijk het soort van het definiërende kenmerk, zou je kunnen zeggen. Want wat maakt een gymnasium? Dat je Latijn en Grieks krijgt natuurlijk. Precies, ja. En het zit ook in ons logo, hè? Kun je iets vertellen over het Grieks wat er in ons logo te zien is? Ja, het logo, het staat hier achter mij natuurlijk, hè? De mooie rechts geprint in Griekse letters. Daar staat Gaire Kai Hygiene, zo spreek je het uit. Oh. En het betekent eigenlijk zoiets als gegroet en wees gezond. En ik zei van waarom zou je dat zeggen in een logo? Maar dat was eigenlijk een groet in het Oud-Grieks. Van als je hallo zegt, maar ook als je dag zegt, dan zeg je dat eigenlijk. En dat betekent ook welkom. En dat is ook een beetje de boodschap die je natuurlijk wil uitstralen als school naar iedereen die hier komt. Wees welkom en als je weer weggaat, hoop dat het goed met je gaat. Precies. Ja. Oké, mooi. Hoe ziet die klassieke vorming, naast dat we het in het logo hebben staan, hoe ziet dat er verder uit? Ja, klassieke vorming, daar moet je eigenlijk onder verstaan, dat is gewoon kennis maken met de leefwereld en de denkwereld van de Romeinen en van de Grieken van zo pakweg 2000 jaar geleden. En dan kan je je afvragen van, waarom wil je daar eigenlijk mee kennis maken? Ja. Tenminste, ik weet niet of jij de vraag bedacht had dat ik het je wou stellen ook, maar dat is de vraag die ik altijd krijg, ook als docent, van wat heb je daar in godsnaam aan? Ja. Nou, ik denk eigenlijk dat we dat moeten zoeken in twee richtingen. Dus enerzijds kan het heel mooi zijn en anderzijds ook heel nuttig. Maar je raakt op een directe manier eigenlijk door die talen te leren, maak je kennis met, kun je contact treden, zou ik bijna zeggen, met die mensen van 2000 jaar geleden. Ze maken ontzettend mooie dingen, hele mooie verhalen. Iedereen was heel enthousiast op school over de Griekse mythen. Ik denk aan dat jij dat ook een van jouw favoriete onderdelen was. Ja, dat vind ik wel heel leuk. Ja, precies. Dat is wat eigenlijk heel populair altijd. Ja. De verhalen. Maar ook natuurlijk de kunst die gemaakt is. De beelden, de architectuur. Dat hebben we allemaal geërfd eigenlijk. Min of meer ook van de Grieken en de Romeinen. En volgens mij is het ook heel nuttig om daar kennis van te nemen. Als je kijkt naar de democratie. Noem eens wat. Dat is uitvinding van de Grieken. Ons rechtssysteem, uitvinding van de Romeinen. Dus het gaat verder dan taal? Het gaat veel verder dan taal. Uiteindelijk gaat het niet eens om de taal. De taal is meer het middel om kennis te maken eigenlijk met die oude culturen.
En, nou, ik leer ook een hoop vanavond. Ja, is dat zo? Ja, zeker. Ja. Filien, jij bent ervaringsdeskundige, want jij krijgt Latijn en Grieks. Ja, klopt. En wat merk jij van het hele mooie verhaal van Otto Gottstein? Wat merk jij er zelf van? Nou ja, hij heeft me een beetje de woorden uit de mond gehaald. Sorry. Want, ja, het is eigenlijk precies, hij heeft eigenlijk precies goed gezegd. Want het is dus niet alleen dat je de taal leert en dat het nou leuk, je kan de taal. Maar het is dus ook, ja, je leert vooral kennis maken met de geschiedenis. Doordat je die verhalen leest, maar ook omdat je daaromheen de achtergronden leert kennen en zo. En dat is super interessant om te weten, want dat is inderdaad nog steeds relevant eigenlijk. Tof. En door de taal leer je dus ook de cultuur kennis eigenlijk. Ja, precies. Ja, ja, gaaf. We hebben natuurlijk niet alleen Latijn en Grieks als vakken, maar we hebben ook een hele gave reis. Twee ja, zelfs. Klopt. Echt superleuk. Ik ben zelf op Rome-reis geweest. Dus dan ga je een week naar Italië. Dat heet dan Rome-reis, maar we zijn een paar dagen in Napels en een paar dagen in Rome geweest. En daar, ja, al die cultuur waar je dan al 5 jaar over leest, dat zie je daar dan allemaal terug. En dat is super interessant. In de vierde heb je bijvoorbeeld KCV, dat heet dan klassieke culturele vorming. En dat is dan eigenlijk alles wat je leert, zie je dan ook terug. Dus dat is super leuk om te zien eigenlijk. Gaaf. En heb je ook het gevoel alsof Latijn en Grieks nog meer toevoegen aan jouw schoolleven dan alleen maar de taal en dan deze cultuur? Heb je er ook nog bij andere vakken, denk je, hier heb ik eigenlijk wel wat aan? Ja, ik heb dan zelf geen Frans en Duits meer, maar van mijn vrienden die Frans en Duits hebben, weet ik dat zij het wel, Latijn. Frans en Duits komt van het Latijn, dat is gewoon de basis van die talen is Latijn. Ja. Dus daar heb je er zeker wat aan. Zelf heb ik natuurlijk nog wel Engels. En dat is eigenlijk een beetje een wisselwerking tussen de twee talen. Want aan de ene kant zie je goed in het Engels van, oh jee, dit ken ik van Latijn. Maar andersom ook, als je in het Latijn niet weet wat het woord betekent, kan het zomaar zijn dat je dat uit het Frans, Duits of Engels wel weet. Dus je hebt een basis ook voor de andere vakken misschien. Ja, precies. Tof. Otto, hoe zien dan die vakken, zeg maar Latijn en Grieks, hoe ziet dat er zo'n beetje uit? Want ja, ik kan me wel wat voorstellen bij een Engels les, maar bij Latijn en Grieks lijkt me dat toch wat lastiger. Ja, nou ja, goed, als je hier op school komt in de eerste klas, dan eigenlijk heb je het eerste jaar heb je 3 uur per week Latijn. Aan het eind van het jaar krijg je er ook nog een paar uurtjes Grieks bij om het alfabet te leren. En dan ga je vanaf de tweede klas echt starten met de taal zelf en wat er omheen hangt. En in de lessen ben je eigenlijk bij Latijn zeker vooral bezig met verhalen lezen en daar ook een beetje op een actieve manier mee bezig zijn. En die verhalen worden ook soms, dan geef ik een rol, weet je, mogen ze een rollenspelletje doen en zo. Oh, wat gaaf, ja. Dat heb ik vroeger niet gehad. Nee, dat is echt zo, dat is heel leuk. Dan mogen ze een verhaaltje voorlezen en dan gaan ze dat voor de klas doen. En het wordt daar heel, heel speels van. En dat is wel iets wat op andere gymnasia, moet ik zeggen, veel minder gebeurt. Dan is het vaak meer gericht op teksten vertalen. En dat is uiteindelijk wel iets wat op het eindexamen ook gevraagd wordt. Ze werken wel naartoe, maar proberen een beetje een andere route te nemen. Dat we meer ook met dat de docenten bijvoorbeeld Latijn praten in de klas. En dat die dat dan te verstaan en iets terugzeggen en zo. Het is niet helemaal zoals bij Engels, Frans of Duits. Maar wel wat levendiger en actiever dan soms op andere scholen gebeurt. Gaaf, ja. Tof om te horen. Hey, we hebben een klein inkijkje naar een van de klassieke reizen die we gemaakt hebben. Dat heeft Quinn Bezemer voor ons gefilmd. En daar gaan we naar kijken. No sleep, bus, club, another club, another club, another club, another club, next place, next place, next place, another club, another club, another club, another club, club, another club, another club, another club, another club. Ja, dat is een van onze favorietjes hoor, Quinn. Die kan wel omgaan met digitaal middel. Hij is heel actief ook altijd. Hij heeft ons ontzettend veel bijgedragen. Allerlei mooie filmpjes. Ja, bekend van TikTok. Jaloers. Jullie zullen hem misschien wel herkennen thuis. Ja, precies. Gaaf. Jongeren. We hebben inderdaad de lijnen openstaan voor vragen trouwens. Hè. Mocht u thuis denken van, we willen nog wel wat doorpraten over allerlei thema's. Vragen zijn natuurlijk altijd welkom. Als het goed is ons 06-nummer waarop de vragen doorgegeven kunnen worden voor jullie bekend. Dus dat zou mooi zijn als jullie daar gebruik van maken. Ja, en volgens mij gaan we even naar Beertje toe. Ja, Beertje. Hallo. Wil jij je voorstellen? Ja, vertel. Hoe is het bij jou? Hallo, ja, ik ben Beertje en ik ga jullie vandaag een beetje meenemen en gesprekken voeren met wat leerlingen hier van school die activiteiten doen die hier ook speciaal op school zijn. En mij kunnen jullie terecht voor de vragen en die worden dan aan tafel besproken. Want we proberen wel heel veel te bespreken. Maar ja, jullie zitten thuis ook met heel veel vragen. Dus
Verder gaan we meer terug naar de tafel. Ja, dankjewel een beertje. Leuke avond gewenst. Hè? En hopelijk komt er van alles leuks binnen. Alles mag gevraagd worden. We kunnen niet alles misschien behandelen als er heel veel binnenkomt. Maar we gaan ons best doen natuurlijk. Ja. En nieuwe gasten aan tafel. Hallo, gezellig. Ja, het is een hele grote tafelwissel. Hè? Tot 8 uur gaan we zoveel mogelijk proberen langs te gaan. Nicky Spelbrink. Je mag zo vertellen wat al jouw kwaliteiten zijn waarvoor we je aan tafel hebben gevraagd. Vooral het mentoraat, denk ik, hè? Ja, ik ben hier vanavond voor het mentoraat. Ja, ik geef Duits op deze school en ik ben bovenbouwmentor. En ik dacht, ik ga jullie wat vertellen daarover. Wat gebeurt er na de onderbouw? In de onderbouw hebben wij mentoruren. En jullie weten het alle twee, want we hebben hier hele goede onderbouwmentoren zitten. Ja. En wat hebben we daarnaast nog? Die studieuren. Studievaardighedenles. Dus, ja. En dan hebben we tot klas 4 hebben we gewoon mentoraat op de klas. En vanaf klas 4 gaan wij over naar de bovenbouw. En vervolgens hebben we een individueel mentoraat. Hè? Ja. Daar weet je alles Klopt, van, Lenny. En tijdens dat individuele mentoraat ben jij eigenlijk, ik ben dan gekozen door 16 mentorleerlingen. Ik heb in de 5e heb ik 6 mentorleerlingen en in de 6e heb ik 10 mentorleerlingen. En wij proberen gewoon die leerlingen met een korte lijn te begeleiden. En en doen ook soms wat leuke dingen. Ja, ik ga nou even wat moeilijkere vragen stellen natuurlijk. Ja, een beetje even los mensen. Een beetje power erin, hè. Hey, je komt ook wel eens in situaties waarin het ingewikkelder wordt. Oh, ja, zeker. Bijvoorbeeld studiekeuzes had ik te denken. Ja, als bovenbouwmentor voor jullie misschien als je denkt van ja, wat moet ik daarmee als je thuis zit? Ik moet nog beginnen aan die middelbare school. Maar op een gegeven moment zijn we ook wel weer na een jaartje of 6 klaar met je. En dan moet je naar een andere opleiding. Zo heb je daar wel eens gesprekken over? Oh, regelmatig is eigenlijk zeker een kerntaak voor mij als mentor om daar iets mee te doen. Dus ik vraag mijn mentorleerlingen altijd bij de eerste gesprekken. En wat weet je al wat je gaat doen? Ben je al bij een open dag geweest? Heb je al ervaringen met iets opgedaan? Heb je een mooie baan waar je in wil groeien? Nu al. Ja. En dus dat zijn zeker dingen. Maar we hebben natuurlijk, als je over moeilijkheden praat, we hebben ook leerlingen waarbij ik heb echt heel veel mazzel. Ik heb hele fantastische, goed functionerende mentorleerlingen die het heel erg leuk doen. Wij hebben ook soms een mentorleerling die een probleem heeft. En dan gaan we daar ook met elkaar over in gesprek. En gaan proberen daar een weg te vinden om die mentorleerling te helpen. Ja, ja. Dat mooie is die kleinschaligheid en die korte lijntjes die wij met elkaar hebben. Ja. Dus eigenlijk is het een soort van vriendschap die je dan opbouwt over die 2 jaren heen. Is dat anders bij jou, Steef? Kijk eventjes naar jou, want jij bent mentor ook net zoals ik hoor, klas 1. Ja, heb jij het idee dat je ook zo'n diepe band opbouwt? Nou, je hebt natuurlijk in klas 1 heb je gewoon de hele groep samen. Dus dan heb je ongeveer 25 tot 30 leerlingen in je klas als mentor. Dus dat is wel een heel stukje meer. Maar er zijn ook gewoon andere dingen waar je mee bezig bent als eerste klasser, waarschijnlijk, dan als bovenbouwer. En dat is ook logisch. In de eerste klas leer je elkaar en de school kennen. En in de bovenbouw ken je jezelf al wat beter en ben je meer naar de toekomst aan het kijken. Ja, ja. Dus ik denk dat in klas 1 en 2 is het wat meer gericht op ja, hoe leer je, hoe ga je met elkaar om, hoe lig je in de groep. Dat is eigenlijk waar je dan meer mee bezig bent. Ja. En bovenal kun je eigenlijk iets meer op jezelf richten. En een beetje, wat wil ik nou eens doen? En dan, dus ik denk wel dat het anders is. Ja. Maar we proberen natuurlijk voor iedereen dat thuisgevoel te geven. En we proberen ook iedereen te begeleiden en ondersteunen waar het kan. Maar, ook de leerlingen die wat extra's nodig hebben. Ik ben 47. Dat meen je niet. Hadden we ingestudeerd, hè? Ja, zeker. Jij bent nog wat jonger. Jij bent ook net zo jong als ik. Ja. Alleen, we hebben dus ook wat jongere mensen die onze jeugd helpen. Hè. We hebben 5 A6 brugklasjes hier. En die kinderen krijgen echt wel goede begeleiding van ons. Maar het is Leonore, stel jezelf maar eventjes kort voor welke klas je zit enzovoorts. Hè. Maar jij hebt ook een taak. Hè. Jij bent, vertel het zelf veel leuker. Ja, ik ben Leonore. Ik geef bijles aan 2 leerlingen hier op school. Dus ik zit nu in de 5e klas en ik ben in het begin van het jaar ben ik gevraagd om iemand bijles te geven uit mijn leerjaar toen nog. En ik geef nu ook nog bijles aan een onderbouwleerling zelfs. Dus denk je anders, hè? Of je nou een leerling van je eigen leeftijd uit je eigen jaarlaag. Ja, of zeker. Zo'n, met alle respect, maar wat jongere leerling. Ik zal dan geen kleintje zeggen, dat is niet aardige, sorry. Dan krijg ik allemaal lelijke blikken, iedereen zept uit meteen. Maar dan krijg je dan. Hey, maar Leonore, vertel. Bijles aan iemand in klas 1, voor welk
vak? Geef eens een voorbeeld. Voor natuurkunde. Natuurkunde. Dus klas 2 eigenlijk... dan, denk ik, of niet? Ja, klopt. Ja. Klas 2. Ja. En dus het is echt wel het begin van natuurkunde. Dus dat is ook voor mij een soort weer herhaling van de stof. Dus het helpt ook nog voor mij om alles weer even nog een keer gezien te hebben, nog een keer gedaan te hebben. En zo kan ik ook nog mensen helpen. Ja, voelt dat goed? Ja, ik vind het leuk om te doen. Ja. Wat vind je nou leuker, zo'n vijfde klasse begeleiden? Persoonlijk vind ik het voor mezelf handiger een vijfde klasse te begeleiden. Ook omdat ik haar begeleid voor zeg maar, hetzelfde vak als ik zelf ook heb. Dus het hielp ook heel erg gewoon voor mijn eigen toetsen, voor mijn eigen cijfers. Ja. Oh, grappig hè, eigenlijk. Dan heb je gewoon win-win. Ja. Hey, ik heb jou voor deze, hoe moet ik het noemen, streaming even gesproken. Er zijn ook tutoren. Ik zou het heel erg leuk vinden als je daar wel iets over kunt zeggen. Jij bent zelf geen tutor. Nee, klopt. Maar er zijn in klas 5 tutoren. En dat is denk ik voor de aanstaande leerlingen best interessant om te weten wat voor rol die hebben. Kun je daar iets over zeggen? Nou, naast de begeleiding die je in de eerste klas hebt van je mentor, heb je ook nog 2 leerlingen uit het vijfde leerjaar. Die 2 leerlingen per klas dan. Die eigenlijk vanaf dag 1 al voor de eerste klassers aanwezig zullen zijn. Waarbij ze dus met makkelijke vragen of gewoon vragen over echt de school zelf kunnen komen. Dus bijvoorbeeld over docenten of over lokalen. Of gewoon dat soort praktische vragen die je moet weten als je hier zo op school komt. Ja. In mijn ervaring weten de tutoren veel meer dan de mentoren. Klopt. Ja, klopt. Dus echt. Wij denken van alles te weten, maar uiteindelijk zijn het de tutoren die echt weten hoe de voorkennis thuis zit op school. Ja, ze hebben het allemaal meegemaakt, dus dan... Precies, ja, zeker. Super. Ja. Hey, Nikki, heb jij wel eens nagedacht over een mentoraat in de onderbouw? Of is dit nou echt jouw expertise? Dat is helemaal niet waar, maar ik heb zeker nagedacht over een mentoraat in klas 3. Ja. Lijkt me heel erg leuk, maar ik heb nu eventjes me daarop ingesteld en ik hou ervan. Dus ik heb een feestje met mijn leerlingen, dus... Hartstikke gaaf. Ja, volgens mij kunnen wij, want we hebben de bijles netjes besproken. Hè? We gaan denk ik een schakelmomentje inlassen. Ja, we hebben Steve. Een filmpje van bijles waarbij leerlingen andere leerlingen helpen. Is dit ook waar jij... Ja, klopt. Precies, dus daar gaan we een voorbeeld van zien. En daar komt ook Denise Heupers in voor, die ons nog meer kan vertellen over de precieze begeleiding, de extra ondersteuning die je als leerling ook kunt krijgen op school. Dus daar gaan we naar kijken. We zijn nu onderweg naar de studiewerkruimtes. Die zijn beneden en daar kan je gewoon gaan zitten en leren. En daar is het lekker stil. Het lijkt een beetje op een bibliotheek. Dus daar kan je gewoon goed leren en les krijgen van andere leerlingen. Dus we gaan even kijken. Nou, daar zijn we. We gaan nu eventjes storen bij de leraar en de kinderen. Even kijken. Hallo. Kom even storen hoor. Hallo mevrouw Heupers, mag ik u wat vragen stellen? Kunt u ons iets meer vertellen over het leerlingenbegeleiding? In deze studieruimtes kunnen leerlingen hun huiswerk maken en leren voor toetsen. Mm-hmm. Daarnaast is er ook altijd een coach aanwezig hier. Dus wanneer je bijvoorbeeld niet weet hoe je een goede planning maakt of nog niet zo goed weet hoe je moet leren voor een toets, dan kun je hier eigenlijk altijd je vragen stellen en dan helpen ze je daarbij. Oeh, dat is wel heel fijn. Maak jij er wel eens gebruik van? Zeker. Ik kom hier huiswerk maken, leer voor mijn toetsen. Ik ben bijvoorbeeld nu een soort klein samenvatting aan het maken van Frans. Dus... En je bent lekker bezig, zo te zien. Ja, en de sfeer hier is ook goed. Dus ik vind het... Nou, heel fijn. Laat ik jullie weer met rust. Ga ik even kijken bij een leerling die les geeft aan een andere leerling. Hallo. Dus jij bent nu les aan het geven aan een medeleerling? Ja, ik ben erbij les aan het geven. Oh, en hoe bereid je daarvoor voor? Nou, over het algemeen allemaal stof die ik gewoon zelf al heb gehad. En het is voor mij een beetje mijn basis, dus ik ken het allemaal al. Oh, dat is heel fijn. En doe je dat aan meerdere leerlingen? Ja, ik heb 2 bijlesleerlingen. Oh, dat is leuk. En leer je er zelf ook een beetje van? Nou, ik herhaal natuurlijk de stof een beetje. Dus een aantal dingen die ik dan eigenlijk over de jaren een beetje vergeten ben, heb ik nu weer herhaald en ken ik nu weer beter. Zo. Ideaal. Daar moet ik ook gebruik van maken. Inderdaad. Kom maar een keertje langs bij jou. Nou, gaan wij weer verder. Laten wij het hier een beetje rustig worden en dan gaan we even bij de anderen kijken. Nou, welkom terug. We gaan eerst eens eventjes natuurlijk voorstellen aan tafel aangeschoven Nick Gemser. Hi Nick, welkom. Hi, leuk dat je er ook bij bent. Ja, en ik bestook jou meteen, want er zijn bij Beertje wat vragen binnengekomen. Mevrouw Verwoerd stelt een vraag als eerste, ga ik die voor jou voorleggen. Kom je voor ons in aanmerking als jij een HAVO-VWO-advies hebt of moet je alleen met een VWO-advies naar ons toe? Nou, op het moment dat je een VWO-advies hebt, hè, dan mag je hier in principe gewoon lekker aan de slag. Ja. We zijn wel echt van mening dat leerlingen met een HAVO-VWO-advies altijd bij ons op gesprek moeten komen.
Ook omdat we die leerlingen gewoon echt de kans willen bieden. Als je echt oprecht gemotiveerd bent om een gymnasium te doen, dan ben ik wel de laatste die jou niet de kans biedt. Ga jij ook in gesprek voorafgaand met mensen om te kijken of inderdaad er een goede match is, ook voor het kind? Ja, uiteraard. Dan onderzoeken we altijd eventjes het profiel, het onderwijskundig rapport. Ook gaan we altijd graag even in gesprek met de leerling en de ouder. Om te kijken, een klein beetje te toetsen wat nu de motivatie is. En als allerbelangrijkste speerpunt is toch wel even het contact met de groepsleerkracht. Om te kijken hoe iemand nu in de klas is. Dat geloof ik. Ja. Hey, dank je. Ik hoop dat de vraag voldoende beantwoordt. Zullen we nog een Ronetje doen? Ja, dus dat doen wij dit voor de mensen bij u. Dus daar gaan we vrolijk door. Een serieuze vraag eventjes. Hoe gaan wij om met online pesten? En hoe kunnen wij dat in een vroeg stadium oppikken? Ja. Het is natuurlijk een vraag die ook voor ons als mentoren wel leeft. Maar misschien kun jij er als coördinator al iets over vertellen. Ja, zeker. Nou ja, dat is zo'n ongrijpbaar iets. Pesten is natuurlijk helemaal uit den boze. En vooral via de media, via het sociale media, dat is zo ongrijpbaar. De tutoren zijn zojuist al genoemd. Wij vinden het heel belangrijk dat we snel kunnen communiceren met onze leerlingen. Maar anderzijds ook een oogje in het zeil kunnen houden van wat er nou op zo'n app gebeurt. Wat daar rondomheen nu allemaal gebeurt, ja, dat is wel ontzettend lastig om dat als school te kunnen controleren. Dus daar hebben we ook zeker de hulp van de ouders bij nodig. Ja. Hoe we dat nu oppakken tijdens de lessen, tijdens de mentorlessen, studievaardighedenlessen, doen we ook wat mediatraining. Ja, en wie zetten we daar mede voor in? Nou, dat is toevallig ook een leerling. We hebben hem zojuist al even in beeld gezien. Dat is Quinn Bezemer, die een aantal hele mooie lessen in elkaar heeft gezet. Ja, dat weet hij heel goed. En hij weet ook veel meer dan wij. Sorry. Ik praat er weer doorheen. Maar van het filmpje over de klassieke reis, zojuist dat was ik weer inderdaad. Ja. Hey, dankjewel. Precies. Ik heb straks nog een vraag, maar we schakelen eerst eens even door. Anders gooi je het programma te snel vol. Ja, want ik kan me voorstellen dat ouders, maar ook leerlingen die misschien hier komen, dat die heel benieuwd zijn van hoe ziet dat eerste jaar er nou uit als je op het JDW komt? Ja, nou ja, de eerste weken in een hele nieuwe setting op een andere school, dat is natuurlijk super spannend. Ja. Die landing proberen we zo zacht mogelijk te maken. En daarom starten we eigenlijk al aan het begin of aan het einde van het schooljaar. Dus als je nog in groep 8 zit. In juni maak je dan al kennis met je mentor, met je klasgenoten, met de tutoren uiteraard. Dan doen we wat kennismakingsactiviteiten. En vooral de eerste week, eigenlijk de eerste periode, staat echt in het teken van elkaar leren kennen. Dus de weg vinden binnen de school. Wat heb je nou precies nodig elke dag? En dan nemen we je eigenlijk letterlijk bij de hand mee om zo zacht mogelijk te landen hier. Ja, tof. En als je die zachte landing hebt gehad, je hebt het gevoel van hier begin ik me al een beetje thuis te voelen. Hoe ziet het schoolleven er dan uit? Ja, dat is natuurlijk best moeilijk voor mij om te omschrijven, omdat ik hier werk. Ja, dat is maar. We gaan ook wat leerlingen nog spreken natuurlijk die daar wat over vertellen. Maar vanuit jouw kant als leraarcoördinator, jij regelt natuurlijk wel heel veel daarvan. Ik kan me voorstellen dat er toetsen gegeven moeten worden, dat er wat geleerd moet worden in de lessen ook een keer. Ja. Hoe gaat het in zijn werk? Het is de bedoeling natuurlijk dat de lessen gevolgd worden. Al onze collega's die zorgen er dan voor dat de lessen gedraaid kunnen worden. Uiteindelijk sluiten we elk kwintaal, want we werken in kwintalen, dus in 5 periodes. Nemen we ook nog een toets af. Dat is uiteindelijk wel waar je naartoe werkt. Dat is een toets waar je een cijfertje voor krijgt. Maar we hebben ook het meer formatief handelen. Daar zijn we enorm fan van op het Johan de Wit. Waarin je tussentijds ook kunt laten zien op wat voor niveau je zit. Dus in die zin hechten we iets minder waarde aan alleen dat ene moment waar je dus op becijferd wordt. Ja. Een van de voorbeelden volgens mij van de vernieuwing bij ons op school, dat we formatief zijn gaan handelen. Dus dat we niet alleen maar kijken naar dat ene cijfertje wat aan het eind van het jaar er staat, maar dat we ook tussendoor kijken naar waar kunnen we je nog bij helpen en hoe sta je er nu voor. Maar een andere vernieuwing is ook dat er laptops nu mee naar school gaan. Kun je daar eens iets kort over vertellen? We gaan zo kijken hoe dat eruit ziet in de les, maar kun je alvast iets vertellen? Zeker weten. We hebben eigenlijk sinds het afgelopen jaar pas die laptops meegenomen met de les in. We zijn nog steeds
enorm fan van het leren uit boeken. Vandaar dat we het beste van beide hebben gekozen. Ja, kleine, dat is dus dat blended learning, hè? Dat is dat echt dat blended learning. Ja. Dus vanuit de boeken ook meteen in de onderzoekende modus op je laptop gaan kijken wat er nog meer mogelijk is. En daarmee proberen we echt het individu wel te laten ontplooien op meer dan alleen maar lezen, schrijven. Ja. Maar ook in de digitale wereld uiteraard. Ja. Een vraagje tussendoor doen? Ja. Ja, is goed. Stel, je bent topsporter. Ja. Niet met een B zoals ik vroeger. Hallo. Nee, maar topsporter. En je wil hier bij ons wel het onderwijs volgen, maar je zit ook met je verplichtingen daarbuiten als je dat allemaal wil blijven doen. Hoe kijk jij daar als LO-docent / coördinator tegenaan? Ja. Nou ja, je zit dan bij mij wel echt goed. Hè. Ik probeer alles te bewerkstelligen voor topsporters om hier toch een goed onderwijsprogramma te volgen. Dat kan resulteren in, om even een concreet voorbeeld te geven, 's ochtends trainen, maar aan het eind van de dag toch een aantal lesjes nog inhalen. Dat kan zijn door bij een andere klas aan te sluiten of aan te sluiten in de studieruimte. Met een klein beetje begeleiding is zelfstudie ook heel goed mogelijk. We zijn echt op zoek naar individuen die op zoek gaan naar hun eigen talenten. En als topsport of sport in het algemeen een van jouw talenten is, dan willen we je wel die kans bieden om dat te ontdekken. Ja. En te gaan voor je kans. Ja, en daar helpt op blended learning natuurlijk ook bij. Want hoe meer je op verschillende manieren aangeboden krijgt, hoe makkelijker je het natuurlijk ook thuis op kunt pakken. Ja, ja, op die laptops hebben we bijvoorbeeld heel makkelijk het niveau inzichtelijk. Ja. Waarmee we bijvoorbeeld zo'n topsporter makkelijker een uurtje vrij kunnen stellen van een bepaald vak. Ja. Laten we eens even kijken hoe blended learning er dan uitziet in de les. Naast de vertrouwde boeken werken wij op het JDW ook met laptops. Dit is onderdeel van het blended learning programma. We gaan nu even kijken in een klas waar ze met de laptops bezig zijn, dus kom maar mee. Hallo, mogen we even storen? Ja, natuurlijk. Oh, kom ik eerst even naar u. Wat doen jullie zoal met de laptops op school? Ik geef geschiedenis. Dus ik vind het super fijn om opdrachten bijvoorbeeld te geven. En die zet ik dan online neer. En die kunnen ze dan vanuit SOM2D downloaden. En die maken ze dan. Of bijvoorbeeld als we een keer een filmpje kijken, dat we dan wat vragen online hebben. En het scheelt weer heel veel papierwerk. Oh. Dat is ook belangrijk. Ja. Laptops. Nou, ideaal. Dus nu gaan we even kijken wat de leerlingen ervan vinden. Hoi. Wat vind jij van de laptops? Nou, fijn. Je hoeft niet veel te schrijven, dus dat is vooral. Ja, dat is leuk. En doe je ook iets anders dan gamen? Op de laptop? Ja. Nou, wel schoolwerk, maar ook gamen. Oh. Ja, mag ook al een beetje. En jij, wat doe jij allemaal op de laptop? Ja, het is leuk om soms wat kusjes te maken. En ja, dat doen we ook veel bij lessen. Mm-hmm. En voor de rest is het gewoon fijn om op te werken. Dus helemaal top. Ja. Ja, dat is wel leuk hier, hè? Ja, zeker. Nou, dan gaan we nu weer even, dan kunnen ze gewoon lekker doorgaan. Dan gaan wij weer weg. Nou, veel plezier allemaal. Nou, je ziet wel dat zij lekker met een laptop aan het werk zijn. En in eerste klas dat natuurlijk super leuk. Kunnen ze een beetje quizjes maken, projectjes. En nu vooral in de latere jaren, want ik zit zelf in de zesde. Dan doen we er vooral powerpoints mee maken en presentaties. En dan merk je gewoon dat als je presenteert en zelf ermee bezig bent, dat je heel erg veel leert ervan. En daarom is het ook wel belangrijk dat nu elke jaar een laptop krijgt. En dan ook gewoon de mogelijkheid krijgt om het zo te doen. Ja, inmiddels hebben wij aan tafel twee van onze collega's. Sophie Kerkels, die geeft Cambridge Engels en regulier Engels. En ook Roland Lucas, die wiskunde geeft. Welkom, leuk om jullie hier te zien aan deze tafel. Sophie, we hebben voor elke moderne vreemde taal een soort verdiepend programma. En ik zei net al even, Sophie geeft Cambridge Engels, maar mensen weten misschien helemaal niet wat het is. Kun je eens wat meer daarover vertellen? Ja, zeker. We hebben een heel mooi verdiepend programma en ook verbredend programma bij alle moderne vreemde talen. Bij Engels, het vak dat ik geef, komt dat neer op Cambridge Engels. Naast dat we natuurlijk ook het reguliere programma aanbieden. Bij Frans hebben we het Delft-programma en bij Duits hebben we het Goethe-programma. En in die programma's bieden we eigenlijk extra lessen aan, waarin we dus ook tot een hoger niveau uiteindelijk kunnen komen. En de leerlingen uiteindelijk bij Engels op kunnen gaan voor het Advanced of Proficiency examen. En wat zijn die examens? Nou, die examens, dat houdt eigenlijk in dat je laat zien wat je kunt op dat moment. En het advanced niveau geeft aan dat jij op een heel goed niveau alle vaardigheden van het Engels beheerst.
En de proficiency zit daar zelfs nog een stukje boven. En geeft eigenlijk aan dat je op professioneel gebied kan functioneren in het Engels. Dus het gaat echt voorbij het gewone examen van VWO? Ja, ja, het is ook een beetje lastig vergelijken. Want met regulier Engels komen we natuurlijk ook op een hartstikke mooi niveau uit voor Engels. Iedereen doet hetzelfde eindexamen. Ja. Dus je moet het echt zien als een apart traject. Waarbij je veel meer op de vaardigheden getraind wordt. En daar laat zien wat je uiteindelijk kan. Oké, dus ook heel veel in de praktijk, zeg je eigenlijk. Ja, absoluut. Dus spreekvaardigheid, maar vooral ook luistervaardigheid en schrijfvaardigheid. Ja. En gebruik je daar dan toevallig ook laptops bij? Want we hebben net iets gezien over blended learning. Kun jij eens een voorbeeld geven? Hoe kun je dat inzetten in die lessen, bijvoorbeeld bij Cambridge of bij regulier Engels? Nou, eigenlijk kun je dat heel makkelijk en snel inzetten. Om even een heel simpel voorbeeld te noemen. Ik heb net iets uitgelegd, een bepaald grammaticaal onderdeel. En in plaats van dat ik dan zeg, ga naar pagina 16 van je boek en maak opdracht 3 en 4, kan ik zeggen, pak je laptop er maar bij en ga naar deze website en dan kunnen we deze oefening doen. Die oefeningen op internet zijn vaak net wat speelser ingericht, waardoor het voor de leerlingen eigenlijk ook leuker wordt. Dus nou, dat is één voorbeeld, maar je kunt het natuurlijk ook gebruiken voor projecten, het maken van presentaties, dat zelf voorbereiden in de les, omdat ze hun eigen device bij zich hebben. Dat werkt eigenlijk heel erg goed. Tof. Ja, ik kan me ook voorstellen als je geluidsvoorbeelden hebt, die kun je wat makkelijker klaarzetten. Ik denk ook even aan mijn eigen vak natuurlijk. Daar kan ik dat goed in gebruiken. Maar als je taalvaardigheid wilt trainen, kan ik me voorstellen dat je dat ook gebruikt bij zo'n vak. Absoluut. Dus wat ik graag doe in mijn lessen is samen kijken naar TED Talks bijvoorbeeld. En daar met elkaar over in discussie gaan. Maar je zou bijvoorbeeld ook kunnen denken aan dat je leerlingen een nieuwsartikel op laat zoeken. Van goh, ga eens kijken op de website van BBC News. Wat spreekt je aan? En ga daarover met elkaar in discussie. En dan geef je ook weer een stukje autonomie aan de leerling. Dus de leerling kan zelf op zoek naar iets wat hem of haar interesseert. En kan het daar dan over hebben met zijn klasgenoten. En traint op die manier weer zijn luistervaardigheid, maar ook zijn spreekvaardigheid. Dus ook een stukje persoonlijker misschien. Absoluut. Ja. Roland, jij geeft wiskunde. Hoe ziet een gemiddelde wiskundeles eruit bij jou? De gemiddelde wiskundeles, ja. Stukje uitleg, stukje zelf oefenen. Veel ruimte om vragen te stellen voor de leerlingen. Wat dingetjes laten zien, maar ook een stukje met de computer. Af en toe, als het onderwerp zich daarvoor leent, dan moet je met name denken aan de onderwerpen zoals breuken, formules, dat soort zaken. We hebben een nieuwe methode, Kern, en die heeft een heel mooi online deel ook. Okay. En die genereert allerlei nieuwe vragen. Dus als de leerlingen niet voldoende hebben aan de vragen uit het boek, dan kunnen ze ook online nog extra eindeloos oefenen eigenlijk. Oké, pas zich aan de leraar eigenlijk, aan degene die leert. Nou ja, als je zegt van ik heb nu 5 vragen gemaakt, maar ik wil er nog 5 doen, dan genereert hij gewoon 5 nieuwe vragen. Net zolang tot jij denkt van nou, ik weet nu voldoende. Oh, dat lijkt me heel handig als leerling. Zeker. Gaaf. En stel voor dat je nou, zoals ik, bij wiskunde aankomt met echt nul kennis en een heel slecht idee van wat cijfers eigenlijk doen in de wereld. Hoe komen we dan bij jou binnen? Kan ik dan op een of andere manier nog een beetje extra gesteund worden of word ik in het diepe gegooid? Dat zou natuurlijk ook kunnen. Nee, gelukkig niet. Nou, sowieso in de les al niet natuurlijk. Dus er is veel ruimte voor vragen. Maar mocht dat niet voldoende zijn, dan zijn er ook nog extra steunlessen. Er zijn ook allerlei manieren om hier binnen de school meer in het algemeen geholpen te worden. Je kunt 1-op-1 begeleiding krijgen van bovenbouwleerlingen. Heel veel manieren om hulp te krijgen. Gelukkig. En wat is nou het verschil tussen het rekenen wat je op de basisschool doet bijvoorbeeld en wat je hier op de middelbare school gaat doen bij wiskunde? Zit daar nog een groot verschil tussen? Nou, wat veel leerlingen denken als ze hier nieuw binnenkomen is dat wiskunde eigenlijk gewoon een vervolg is op rekenen. Ja. Maar rekenen is een onderdeel van wiskunde en er komt veel meer bij kijken. Dus als leerlingen rekenen moeilijk vonden op de basisschool, hoeft dat niet meteen te betekenen dat wiskunde dan heel moeilijk voor je is. Want het gaat ook om ruimtelijk inzicht, het gaat ook om patronen herkennen. Dus het gaat om meer dan alleen rekenen. Oké. Jij hebt het de hele tijd over dat blended learning. Ja, klopt. Daar doe ik zelf ook veel mee. Ik hoor jou er alleen maar over. Ik blijf een beetje achter soms. Maar volgens mij zie ik hier staan dat jij ook nog eens een keer iets in de muziekles hebt gedaan. Ja, zeker. Ik vind het wel weer eens tijd voor een filmpje. Ja, sorry dat ik zo bot ben hoor. Maar ja, dat mag af en toe. Dat mag best een keer, toch? Ja hoor. Want Beertje is bij mij langs geweest in de muziekles. Ja, precies. En daar zie je geen laptops, maar wel klokkenspellen als ik me goed heb onthouden. Ja, dus laten we maar eens even gaan kijken. Doen we die eerst daarna wat vragen. Is goed. Okay. Ja, we gaan kijken.
Op het JDW hebben we heel veel creatieve vakken. En één waar we heel trots op zijn is het vak muziek. Je kan dan meedoen aan het JDW Orkest of het koor. En ons lokaal is ook echt een hele mooie studio. Dus daar gaan we even een kijkje nemen. Als het goed is zijn ze bezig. Oh, ik hoor het al een beetje. Hallo. Ik kom even storen. Ja hoor. Hi, hi. En nog een keertje doen jongens. 1, 2. En 1, 2, 3, 4. Wie durft een solo met mij te spelen? Nee. We doen het nog één keer met z'n allen. 1, 2, 3, 4. Dat klinkt heel goed. Dankjewel. Zo'n hele creatieve klas. Ja, zeker. Dit wel hoor. Hoe vindt u het lesgeven aan zo'n klas? Nou, dit is helemaal niks. Nee, hartstikke leuk natuurlijk. Ze doen hartstikke goed mee. Ze zijn muzikaal. En als ze dat nog niet zijn, dan leren ze dat hier vanzelf. Ze doen het hartstikke goed. Ja. En kunt u een beetje iets vertellen over de muzieklessen hier? Nou, dat kunnen eigenlijk de leerlingen beter vertellen natuurlijk. Maar als ik het moet vertellen, dan spelen we heel veel. En we leren door het eerst te doen en dan te bedenken, hoe zit het dan eigenlijk in elkaar? Dat vinden we heel leuk. We maken heel vaak zelf muziek. We componeren ook heel vaak. In het ritmeproject bijvoorbeeld. Helemaal een eigen muziekstuk bedenken. En zo ontdekken we eigenlijk met z'n allen muziek. Ja. Dat is hartstikke leuk. Heel leuk. Ja. Gaan we even kijken hoe zij het vinden. Want ik mis het wel een beetje, muziekles. Wil er iemand een beetje wat vertellen? Ja? Vind je het leuk, muziek? Ja, ik vind het heel leuk. Speel je ook een instrument? Ik bespeelde vroeger, maar nu zit ik op zangles. Oh, ook heel leuk. Dat kan je natuurlijk ook genoeg. Ja. Oh, heel leuk. En wat is je lievelingsinstrument als je wat moet bestelen? Ik vind de piano wel heel leuk. Oeh, ook heel leuk. Iemand anders nog iets te vertellen? Ja? Hartstikke leuk. Wat vind jij leuk aan muziek? Het is gewoon, je leert er wat van. En vaak begin je er zelf niet aan, tenminste. Ik niet. Nee, dan kan je hier tenminste in alle studio's kan je allemaal leuke dingen doen. Ja. Met je vrienden ook. Het is altijd wel gezellig. Ja. Nou, hartstikke leuk. Laten we jullie weer een beetje met rust. Kunnen jullie weer mooi door muziek maken. Gaan wij weer even kijken, want volgens mij komt zo het orkest. En dan gaan we ook even kijken. Doeg! Ik zei net al iets over het orkest. Maar wie er natuurlijk veel beter over kunnen vertellen, zijn de orkestleden zelf. Dus we gaan even een kijkje nemen. Hallo, kun jij ons wat vertellen over het orkest? Ja, het orkest speelt op heel veel verschillende dingen en we hebben allemaal aparte instrumenten en het wordt ook gecomponeerd op de instrumenten en niveaus van de personen zelf. En het is altijd heel gezellig en we spelen ook op heel veel verschillende tijden en plekken voor mensen zelf of voor in de school of bijvoorbeeld ook op het orkestival. Dus dat is al heel leuk. Oh, leuk. En kan iedereen gewoon deelnemen aan het orkest? Ja, op zich wel. Er wordt wel van uitgegaan dat je een instrument hebt om te bespelen. Want anders moet je eerst nog les nemen. Maar in principe kan iedereen die wil meedoen. Waar alleen wel naar wordt gekeken is als er 10 pianisten mee willen doen, dan kan dat meestal niet. Dus dan moet er auditie gedaan worden om toch één iemand eruit te kiezen. Oh, spannend. En heb jij ook auditie gedaan? Ik ben nu eerste klasser, dus ik kwam hier op school en ik merkte, ja, er is een orkest. En ik speelde al een tijdje viool, dus ik dacht, laat ik gewoon auditie doen. Heb een paar leuke stukken uitgekozen. Heb auditie gedaan, ben uiteindelijk tweede violist geworden. En nu speel ik viool in het orkest. Dat is hartstikke leuk. Leuk. En heb je er altijd zin in om naartoe te gaan? Altijd. Het is altijd echt super gezellig en het is gewoon gezellig. Meer kan ik niet heel veel over vertellen eigenlijk. Meneer de Kadewee, onze dirigent, is echt een geweldig enthousiast persoon en hij dirigeert echt met passie in over de muziek. En dat merk je ook wel als lid. Nou, dat klinkt wel heel erg leuk. Daar moet je dus wel bij zitten.
Nou, gaan wij weer eventjes door, hoor. Ja, zo jaloers, hè? Ik wou dat ik in de brugklas weer zat. Stiekem loop ik wel eens binnen bij Steef, hoor. En dan maken we er even een zootje van. Maar goed, even weer to the point, mensen. We hebben wat vragen, die gaan we aftikken. Wat is een JDW-uur? Leuke vraag. Heb jij trouwens wat mee te maken gehad, Ellen, aan tafel? Ook. Eerder wel, een paar jaar geleden. Ja, kun jij heel kort vertellen? Even een onverwachte, sorry. Een onverwachte vraag. Nou, ja. Het is een keuzeprogramma voor de eerste klassers, waarbij ze zelf kunnen kiezen waar ze aan meedoen. En het gaat om onderwerpen die niet binnen het normale curriculum aangeboden worden. Zoals Chinees of zoals wand beklimmen, dat soort zaken. Gaaf, hè? Ja, hartstikke leuk. Russisch en ook allerlei creatieve dingen volgens mij. Ook, hè? Ja, echt superleuk. Dus JDW-uren, die gaan uiteraard dan... als een soort vrijblijvende verdieping zonder cijfer. Gewoon lekker deelnemen, inschrijven, wisselprogramma. Ja, dus die vragen hierbij beantwoord. De toetsweken, zitten die voor of na de vakantie? Nou ja, als oma corona niet af en toe voor de deur had gestaan, zijn die altijd voor de vakantie. Soms moesten we even schakelen het laatste jaar, maar dat is wel de bedoeling. Dus de 5 toetsweken zitten voor de vakanties. Even kijken hoor. Nou, creativiteit, hè. We doen van alles voor creativiteit. En het leuke is dat je daar nu natuurlijk al iets van hebt gehoord bij de muziek. En straks gaan we daar weer jullie op door. Dus dat creatieve gedeelte, dat komt zeker nog even aan bod. Maar daar hebben wij uiteraard erg veel aandacht voor. Want ook sportief zijn en creatief zijn maakt het schoolprogramma gewoon veel leuker. En dit moet je ook op allerlei vlakken ontwikkelen. Even kijken hoor. Komen er ook 11-jarigen binnen vanaf groep 7? Ik heb geen idee. Ja, we hebben natuurlijk het Johan Junior programma bij mevrouw Tonino. Daar zitten ook al best wel wat jonkies tussen. Ja. En we zien ook dat er best wel leerlingen die versneld door de basisschool heen komen. Ja, die kunnen hier nog gewoon aansluiten. Volgens mij zijn er elk jaar wel een paar. Daar zijn we afspraken met Nick over dan. Ja, die komen net wat jonger binnen. En die zijn dan net even wat sneller thuis op GDW. Nou, leuk. Ik stel voor dat degene die de vraag heeft gesteld over het eerder binnenkomen via, of vanaf groep 7 natuurlijk, even contact wordt gezocht met Nick Gremser, die we zojuist aan tafel hadden, voor deze heel gerichte vraag. Ja. Formatief beoordelen, hoe doen jullie dat? Dat wisselt denk ik per vak. Creatieve vakken zullen dat weer anders doen dan ik bij aardrijkskunde. Voor mij geldt dat ik noem het formatief handelen, niet formatief toetsen. Ik vraag ook aan leerlingen of ze iets weten of over willen vertellen. En daarmee kijk ik vaak of die kennis er is of dat ze meekomen. Hè. En uiteraard, zo nu en dan moeten we ook wat repareren. Hè. Dus als je binnenkomt en je maakt je eerste toetsje iets minder dan gewenst. Nou ja, dan kunnen we nog wel eens in gesprek. Dan is het ook niet zo dat je meteen erop afgerekend wordt alleen maar. Hè. Het is echt niet zo alleen maar vrijblijvend. Maar we komen wel samen natuurlijk in de route om dat beter te doen. Laatste vraag even voor nu. Worden de vragen lastiger gedurende het eerste jaar? Of is het zelfs meteen al lastig? Ik denk dat ook weer per vak wel een beetje verschilt. En ik denk dat je wel allemaal als voorheen basisschoolleerling natuurlijk ervaart dat je opeens in een school zit waar iedereen gymnasiast is. Dus je wordt ook op je niveau wel even getest. Maar het is niet zo dat je meteen op scherp wordt gezet. Kijk ik meteen even heel stiekem, een heel andere vraag ook, maar zo ben ik. Misschien vind jij het ook wel leuk om daar iets over te vertellen. Want we zitten hier in het creatieve, Filip. Jij mag daar zo wat meer over vertellen, maar eerst even de vraag, hoe was het voor jou in de brugklas? Had je het idee dat je meteen in diepe werd gegooid? Kun je herinneren? Voor mij in de brugklas? Ja, lang geleden, sorry. Ja, even terugdenken hoor. Ja. Ik had natuurlijk, dat is misschien wel even leuk om te zeggen, ik had niet volledig het VWO-niveau toen ik in groep 8 zat. Maar toen had ik de mijn CITES-score gemaakt en dat was wel weer VWO. Dus toen kon ik alsnog naar het JDW toe. Mm. En dat was wel even keihard bijbikkelen voor mij hoor. Want ik heb ook dyslexie, dus het was wel eventjes wennen. Heb je daar wat begeleiding in gekregen trouwens? Dat dyslexie, ik had niet eens uitspreken wat ze aan schrijven. Gaat goed. Nou ja, ik had de keuze volgens mij om toetsen echt letterlijk in A3 formaat te krijgen op dat moment. En ik kon sommige toetsen mondeling maken. Bijvoorbeeld woordjes en zo. Soms zelfs geschiedenistoetsen waar je een heel verhaal moet aanknopen met opschrijven. Want daar heb je soms gewoon niet echt tijd voor. Ik krijg natuurlijk extra tijd. Ja, super. Ja, extra tijd. Ja, extra en inmiddels hebben we nog wat extra ondersteuning voor leerlingen met dyslexie. Dat wordt ook elke keer weer uitgebreid. Hey Ellen, jij geeft beeldende vormgeving en kunst. Ik vind het leuk dat jij aan tafel zit vanuit die creativiteit, maar je hebt nog een rol. Je bent ook een soort supermentor van een club die Musa heet. Ja, maar niet de enige mentor. Niet de enige, nee. Nou, wil je gewoon iets over vertellen, want dat vind ik heel leuk. Misschien vanuit je vak eerst, van wat houdt beeldende vormgeving in? Ja. Want dat is niet alleen maar klei, heb ik begrepen. Nee, dat klopt. En daarna misschien heel kort even over de Musa. Ja, nou, beeldende vormgeving is een verzamelbegrip waar eigenlijk alle producten die gemaakt worden door mensen bedacht en gemaakt worden door mensen in besproken worden.
we maken zelf dingen en we bespreken kunst en vormgeving. En dat is waar we ons mee bezighouden. En we laten leerlingen zoveel mogelijk zelf aan de slag gaan. In de eerste klas, dan zijn we behoorlijk gestuurd bezig en zijn we bezig met het aanleren van technische vaardigheden. En naarmate je steeds in het volgende leerjaar komt, wordt het steeds vrijer en kan je steeds zelf meer bepalen met welk onderwerp je je bezighoudt, maar ook zelfs met welk materiaal of welke techniek je je bezighoudt. En in de zesde klas is iedereen zelfs helemaal vrij om te maken wat hij zelf wil. En dat kan ook echt vervolgens alles zijn. Ik heb een paar mensen die maken een eindexpositie waarin mode te zien is, waar dans in te zien is. Good old fashioned schilderwerk is natuurlijk ook te zien. En zo mag alles. Heeft dat ook een uitvoering? Op het laatst komen er ook mensen kijken. Die uitvoering houden we binnen de school, omdat het best wel spannend is voor leerlingen om mee te doen naar zo'n expositie. Ja. En iedereen binnen de school is uitgenodigd. Oh, ja. Maar buiten de school, dat doen we nog even niet. Dat is ook spannend. Dat snap ik wel. Ja. En dat muzei-gedeelte. Want we schakelen zo naar Philip, die zit om die reden ook hier. Vertel eens wat dat inhoudt. Je wordt even gevraagd om het recht te doen. Klimmetje? Ja, we gaan gewoon even lekker improviseren, mensen. Ja. Hey, jij zit bij Muzai. Kun je vertellen wat voor club dat is? Ja, Muzai, dat is de culturele, officieel op de JDW heet volgens mij de culturele vereniging. Maar dat is misschien een beetje vaag verwoord. Wat het eigenlijk inhoudt, de club. Wij organiseren toneelstukken, muziekavonden. En we hebben ook kunstdagen, dat we een beeldend kunstproject maken. Dat soort dingen. En met het hoogtepunt, de kleine avond. Gaaf, hoogtepunt, kleine avond. Heb je daar wel eens aan meegewerkt? Ja, zeker. Ja, nee, in de vierde klas, om het even kort uit te leggen, de kleine avond, dat is gewoon in Kunstmin. We organiseren een heel groot toneelstuk en tussen de acts door van de toneelstukken, of de scènes, hebben we allemaal kleine acts waar mensen dus mee kunnen spelen. Ze kunnen bijvoorbeeld met een bandje optreden, ze kunnen dansen of... Mag iedereen deelnemen of moet je echt goed zijn? Nee, ja, je moet wel auditie doen. Dus heel Muzai die gaat je dan beoordelen of je kwalitatief goed genoeg bent voor de kleine avond. En dan, als je goed genoeg bent, dan ga je door en dan kan je optreden. Leuk man. Ik heb op dit moment ook heel veel groepjes, jongens, meiden, zangers, zangeressen, van alles en nog wat, die komen oefenen bij mij in het muzieklokaal. Ja, omdat ze natuurlijk wel wat ervan willen maken voor de kleine avond. Dus dat is altijd heel gaaf. Eén korte vraag even naar Ellen, want het microfoontje zit goed inmiddels. Ja, en dan moeten we gauw door weer naar Beertje. Hey, Ellen, jij bent een mentor van Muzai. Wat is jouw taak dan? Een van de mentoren? Ja, ik ben één van de mentoren van Muzai. En samen met de andere mentoren zorgen we ervoor dat we eigenlijk in de gaten houden dat er voldoende projecten zijn gedurende het schooljaar. Dat iedereen aan bod komt, dat er goed wordt samengewerkt en dat soort zaken meer. Dat is wat wij doen. Gaaf. Uiteindelijk wordt het door de leerlingen georganiseerd en wij sturen een beetje bij langs de zijkant. Ja. Super, hè? Ja. Leuk. Lijkt me leuk om te doen trouwens. Is ook heel erg leuk, ja. Ga gauw naar Beertje. Moeten schakelen. Beertje, ben je daar? Ja, daar ben ik hoor. Oké, pak hem over. Nou, ik sta hier met drie leerlingen die ook allemaal in een clubje zitten. Want dat heb je veel bij ons op school. Iedereen is lid ergens. En Rosa is lid van Phoenix, de debatclub. Kan je daar ons wat over vertellen? Phoenix is onze debatclub. En wij als debatclub komen zo'n 2 uur per week samen. En dan gaan wij natuurlijk debatteren. Maar we doen ook veel andere oefeningen, zoals presentatieoefeningen. En soms gaan we een stelling uitschrijven. Want we doen ook mee aan toernooien en wedstrijden. En dan kunnen we tegen andere scholen in Nederland gaan debatteren. Chic. En jullie zitten allebei bij de Janus en jij, Ella, zit ook nog bij Muzai. Maar eerst een beetje over Janus. Kan je wat vertellen, Filien? Ja, de Janus is onze schoolkrant. En dan denk je misschien, waarom de Janus? Het is de Romeinse god en die kijkt naar het heden en naar het verleden. Dus het is echt een krant over wat er in school gebeurt. En de Janus staat daar een beetje symbool voor. En Ella en ik zijn allebei hoofdredacteur. En dat betekent dan niet dat wij alles doen. We hebben... Eens in de zoveel tijd als er weer een Janus uitkomt, dan komt er een hele club van de redactie bij elkaar. Die gaat bedenken wat voor stukken er komen. En dan later komen er leerlingen die graag willen schrijven of tekenen of fotograferen komen bij ons. En misschien kan jij daar nog wat meer over vertellen? Ja, dan hebben we dus een vergadering. Iedereen kan gewoon binnenlopen, buitenlopen. Het is echt heel gezellig altijd. Je ontmoet allemaal mensen. Ik vind het ook altijd heel leuk om te zien dat de hele school, zeg maar van alle jaren, een beetje bij elkaar komt. Het is altijd heel... Heel leuk. En ja, dan gaan we schrijven en we zetten hem in elkaar en dan geven we hem uit. En ik hoor er nog altijd hele positieve reacties over, dus dat is top. Dat is heel leuk om te doen. Het is wel leuk dat iedereen zo'n beetje een plekje kan vinden. En
Ik denk dat wij weer terug gaan naar de tafel. Goed zo, dankjewel Beertje. En natuurlijk alle gasten in de vette. Hey, we gaan zo weer naar een filmpje toe. Een state-of-the-art filmpje. Technisch kun je bij ons ook je hart ophouden bij onze docent techniek. Beb Akkerhuis, filmpje weer van Quinn. Ik ben heel benieuwd, dus daar gaan we. Filmpje. Hallo, mijn naam is Beb Akkerhuis. Ik geef je techniek en ik doe ook het makerslab. Het makerslab is dat je op een middag mag hier komen in je vrije tijd en mag je maken wat je wil. En daarvoor mag je allerlei leuke apparaten gebruiken. We hebben lasersnijders, we hebben 3D-printers, we hebben schuimsnijders, we hebben stickermakers. Maar je mag zelf verzinnen wat je wil. Maar als je toch iets wil maken en weet het niet, dan heb ik ook altijd ideeën. Bij techniek laat ik ze eerst leren omgaan met alle apparaten. En daarvoor moeten ze natuurlijk ook kunnen ontwerpen. Dus ze leren ontwerpen op computer met verschillende programma's. We hebben voor biologie een dark filter gemaakt voor de microscoop. En dat is een filter en die kan je op de microscoop leggen. En daardoor krijg je een zwarte achtergrond en valt het licht heel mooi op je cellen. En dat kunnen we heel mooi fotograferen en dan heb je echt een ontzettend mooi beeld met een zwarte achtergrond. Ja, ik moet zeggen dat ik eigenlijk ook nog steeds heel veel leer over de school vanavond. Want dat makerslab, ik zie weer allemaal nieuwe dingetjes. Een 3D-printer volgens mij, dat is echt heel gaaf. Ja. Ja. Ja, en als je dan niet in dat makerslab bent, waar ik absoluut morgen even langs ga trouwens. Dan kun je nog heel veel andere dingen doen. Je kunt bijvoorbeeld lid worden van Muzei, maar ook van allerlei andere verenigingen. En daarvoor hebben we twee leerlingen aan tafel zitten. Dat is Aafke van Zadelhof en Ole van den Berg. Aafke, jij bent lid van de leerlingenraad. Dat klinkt mij heel officieel, maar wat is dat dan precies? In de leerlingenraad zitten klassenvertegenwoordigers uit iedere klas 1. En wij komen iedere maand 1 keer samen om te bespreken wat er goed gaat op school. Maar ook om te kijken of er verbeterpunten zijn. En onze voorzitter geeft dat dan door aan de schoolleiding. Er zijn hele korte lijntjes, dus dat is heel fijn. En zo hebben we inspraak in wat er gebeurt. Oké, dus je kunt echt wel meebepalen over hoe dingen op school geregeld worden voor ja, je gevoel? Ja, zeker. Tof. En degenen die in de leerlingenraad zitten, die worden dus gekozen. Door wie? Ja, door de klas. Iedere klas kiest 1 vertegenwoordiger. En dan ieder jaar opnieuw in de bovenbouw blijft iedereen een beetje hangen. Dan zijn er niet echt verkiezingen meer, maar dat is in principe hoe het gaat. Oké, en vind je het leuk om op die manier deel te zijn? Een beetje zo op een andere manier van de school dan alleen als leerling. Is dat leuk? Ik vind het zeker heel fijn en je voelt je ook gehoord. En dat is fijn. En we bereiken ook echt dingen, zoals nu de pinautomaat in de kantine. Ja, dat is heel fijn. Daar hebben jullie echt voor gestreden als leerlingenraad. Dat wilden jullie graag. Ja. Heb je nog een voorbeeld van iets waar jullie voor strijden of hebben gestreden? Waar zijn jullie zo ja, al mee bezig? We zijn nu bezig met een watertappunt wat in school komt, zodat je makkelijker bidons bij kan vullen. En dat zou heel mooi zijn als dat er komt. En gezond natuurlijk. Ja. Ja. Nog andere zaken? Wat is bij de leerlingenraad? Wat vinden jullie belangrijk? De fietsenstalling, dat daar iets te weinig plek is. Maar ook dingen als nu een toetsweek van 5 dagen. Wat vinden de leerlingen daarvan? Ja. Dat soort dingen een beetje. Ja, het is natuurlijk ook belangrijk dat wij als school weten waar die leerlingen mee bezig zijn. Ja. En wat ze af en toe in de weg zit. Ja, en wat ze in de weg zit. Ja, dat is ook zeker belangrijk. Dat ons idee is, maar Zeker. Hey, en Ole, jij bent lid van het Vossius. Ja. Nou, dat is natuurlijk een compleet onbekend woord voor iedereen die thuis zit, want dat is echt JDW. Ja. Kun je eerst eens uitleggen wat het eigenlijk is? Vossius is eigenlijk de feestcommissie op het Dylan de Wit. Aha. En dat is dus een groep leerlingen uit de 5e. En die regelt alles rondom activiteiten en de schoolfeesten, niet te vergeten. 3 schoolfeesten per jaar. De afgelopen 2 jaar dan niet door kunnen gaan door corona. Maar we hopen dit jaar het eindfeest in de zomer een leuk feest te kunnen geven. Wat is wat jullie betreft dan het hoogtepunt van zo'n jaar als Vossius? Waar kijk je naar uit? Ja, de schoolfeesten vooral. Maar Vossius is vooral, je doet ook heel veel andere activiteiten. Zoals, zoals bij Valentijn, wat er nu aankomt, dan zorgt Vossius ervoor dat er bijvoorbeeld rozen verkocht worden en chocola. Kijk. En dan zorgt eigenlijk voor dat de school gewoon samenkomt, heel gezellig altijd. Romantische noot. Met de kerst ook de boel. Ja, de kerst. Hadden we hier achter in de aula hadden we een kerstboom staan die is versierd. We hadden hier zo een kerstboom staan. Ja, super. Was echt superleuk. Ja, was echt heel mooi gedaan. Hey, en ben je gewoon uit de lucht komen vallen dat jullie met Vossius, of hoe gaat dat? Word je gekozen? Kies je jezelf? Dat is heel leuk. Je kan jezelf in de 5e, kan je jezelf dan opgeven. Dan is jezelf, het is een groep van ongeveer 8 tot
11 leerlingen. En dan kan je zelf opgeven, dan moet je een plan van aanpak maken. Want je bent, ja, je bent heel zelfstandig, dus je moet alles zelf regelen. Je moet zelf sponsors regelen, waardoor je dus... Ja, je hebt natuurlijk geld nodig om alles te organiseren. En dan moet je met een plan van aanpak en dan ja, moet de school dat goedkeuren. En dan heb je vaak twee groepen en die gaan dan in een campagneweek de strijd met elkaar aan. En dan kan de school, de leerlingen, kunnen dan stemmen wat zij het leukste vossies vinden. En dan komt daar een winnaar uit. Oké, een hevige strijd altijd inderdaad strijd. Hier binnen school. Ja. Ja, dat is altijd wel spannend. Ja. En jullie hebben ook een gala volgens mij dat jullie organiseren? Ja, een kerstgala aan het eind van het jaar. Ja, dat hadden wij al in onze tijd. Ik weet niet hoe dat... Ja. Jij bent iets ouder dan ik, Frank. Maar... Ook traumaatje zelfs. Nou, dan gaan we er niet over verder. Maar dat lijkt me wel heel leuk. Iedereen is mooi aangekleed. Ja, dat is, ja, dat gebeurt eigenlijk ook elk jaar. Dus dat is dan 2022. Dat is aan het eind van de toetsweek. Al je toetsweekstress eraf. Ja. Mooi gekleed naar een gala. Lekker je vakantie vieren. Gaaf. Lekker feesten met z'n allen. Ja. En volgens mij bij, bij het brugglaskamp, waar meneer Gems het ook nog eventjes over had. Nick Gems aan het begin van ons gesprek. Die had het over het brugglaskamp. En daar is volgens mij Vossius ook bij betrokken. En Musai? Vossius niet zozeer. Maar dat gaat over sportdag, denk ik. Ja. Of niet? Ja. Ja. Nou, volgens mij wordt er bij de brugglaskamp wordt er Musai gedaan. Maar wij als Vossius hadden zelf sowieso het idee om van klas 1 tot en met 6 een sportdag te organiseren. Niet echt een sportdag met voetbal en zo, maar meer een soort spelletjesdag. Kijk, oké. Dus het leuke en het gezonde gecombineerd. Ja, het gezonde, ja. Klinkt heel goed. Kunnen jullie eens iets vertellen? Jullie zitten natuurlijk niet in de eerste, jullie zijn al wat ouder. Hoe ziet een dag voor jullie eruit op het JDW Afrika? Vertel. Natuurlijk gewoon met lessen. Soms ook wel tussenuren. En, ik weet eigenlijk niet zo heel erg goed. Nou ja, Ole, misschien kun jij nog wat aanvullen. Hoe moet je elke ochtend om 7 uur je bed uit? Of heb je wel eens wat relaxters? In de onderbouw heb je natuurlijk veel meer een echt vast rooster. Dat je natuurlijk gewoon 1-8 zit. Dat houdt in dat je dus van het eerste tot het achtste les hebt. Achtste lesuur. Maar in de bovenbouw heb je wat meer tussenuren. Ik zelf vind dat wel fijn. Dan heb je ook tijd voor Vossius. Heb ik ook tijd voor Vossius. Maar bijvoorbeeld om huiswerk te maken of even ontspannen. Ik vind dat wel lekker een tussenuur. Ja. De onderbouw overigens streven ernaar om zo min mogelijk tussenuren te hebben. Dus dat rooster sluit wel wat beter aan. Je hoort natuurlijk dat er tussenuren zijn, maar dat ligt eraan dat je sommige vakken... Niet heel veel. Niet veel gelukkig. Meestal worden de lessen opgeschoven, zoals vandaag viel er iets uit. En we waren om 1:30 klaar, dus dat was heel fijn. Nee. We proberen altijd wel flexibel te zijn. Ja, lukt niet altijd. En in de bovenbouw is het wel eens wat lastiger, omdat je vakken kiest. Gaan we nu niet over zeuren verder. Maar dat is natuurlijk weer een heel ander verhaal. Maar dan wordt het rooster wat lastiger. Hè? Ja, iedereen is dan anders. Ja. Ja, en om een beetje te laten zien hoe zo'n dag eruit ziet als je in de eerste klas zit van het JDW, gaan we kijken naar Charlize. Die hebben wij een dag gevolgd. Dus nou, daar gaan we. Daar gaan we. Ik ben 12 jaar en ik zit in de eerste van het Jan de Wit. Goedemorgen. U ook. Ik ga nu mijn kluis open doen en hier leg ik altijd mijn boeken in. Dat is heel leuk, want de lessen zijn in het Engels en je leert het daardoor heel snel. Zo, Engels is nu voorbij. Nu gaan we lekker pauze houden. De pauze is van 12:15 tot 12:15. Komen jullie met me mee? Mijn schooldag zit erop. Het is nu 2:30 en tijd om naar huis te gaan.
Ik heb vandaag heel veel geleerd met de vakken Engels, Wiskunde en Geschiedenis. We maken de meeste huiswerk in de lessen. En als we nog tijd over hebben of nog wat huiswerk, kunnen we het ook in de studieruimtes maken. Ik hoop dat jullie allemaal naar onze school komen. Ik raad het jullie zeker aan. Het is mijn tweede huis. Doei! Een dagje op het JDW. Nou, ik denk dat het al een uitdaging is om dat ook eens mee te gaan maken. Ja, we hebben hier Charlize Stam, die gaan we zo meteen spreken. Maar eerst krijgen we nog wat vragen. Ja, ik heb weer wat binnen via Beertje. Dus ik ga er weer snel langs. Misschien wel jullie vragen inderdaad. Zijn de JDW-uren alleen maar in de eerste klas? Helaas wel. Want daar hebben we de ruimte om dit soort leuke dingen te doen. Maar we doen nog zat leuks overigens in de andere jaren natuurlijk. Ja, en we spraken net Nick Gems en die zei we zouden het ja, wel hij zou het wel willen. Goed, daar gaan wij niet over. Heel praktische vraag. Een muzikale leerling denk ik. Of stiekem een muzikale ouder die ook wel iets leuk vindt. Hebben we nou ook bandjes of is het alleen maar klassieke muziek? Nou, volgens mij wordt er genoeg met die bandjes gedaan bij jou. Ja, zeker. Normaal, we mixen het echt. Zelfs klassieke muziek komt eigenlijk pas een beetje zo op de helft van het jaar, denk ik. Dat we iets dieper in de melodie en de harmonie duiken. Maar in het begin is het heel veel spelen en inderdaad heel veel bandjes. Want ons muzieklokaal, daar kan Charlize trouwens nog meer over vertellen. Maar ons muzieklokaal heeft allerlei kleine cabines waar je eigenlijk met een klein bandje gewoon meteen kunt spelen. En dat doen we ook heel veel. Ja, ik stuur, zeker bandjes. Van mijn mentorklas stuur ik twee leerlingen bij regelmaat. Dat mogen ze ook zelf kiezen inmiddels trouwens. In de pauze naar het muzieklokaal. Ja. Van even ontladen, weet je wel. Even lekker spelen. Toch? Ja, er zit bijna altijd wel een groepje in de studio om lekker te jammen. Ja, ja, precies. Dus dat gebeurt ook heel veel. En aan het eind van de dag. Heel leuk. Ja. Oké. Hoeveel huiswerk moet een brugklasser denken? Ja, lastige vraag. Heel veel wordt in de lessen zelf gemaakt. Hangt ook een beetje vanaf hoe snel ben jij nou. Die vraag ga ik aan jou voorleggen, heel even voordat je de rest allemaal doet. Charlize, wil jij vertellen, hoeveel tijd besteed jij ongeveer op een doorsneedag? Nou, soms een uur. Kan ook meer, kan ook minder. Ja, ik hoor meestal mijn leerlingen ook zeggen, een uur, anderhalf uur. Ik hoop dat ik een beetje... En er zijn ook mogelijkheden om dat op school te maken natuurlijk, in de studieruimte. Dus dan heb je thuis weer minder te doen, dat is echt wel een voordeel. De ruimte waar we hier zitten zijn twee lokalen omgebouwd tot zelfwerkruimtes. Schitterend meubilair neergezet zonder te pochen. Maar het staat er net echt superleuk. Jullie zagen het net in een van die filmpjes al voorbij komen. Hè? Een technische, praktische vraag. De laptop, wordt die nou via school aangeschaft? Misschien is het meegekregen bij jullie dat wij met laptops werken. Nou, school heeft wel een voorkeur voor een bepaald type laptop. Dus niet meteen allemaal al aanschaffen en enthousiasme. En school geeft daar informatie over via een contract waarbij lease of koop kan worden gedaan. Maar daar word je dan uiteraard over geïnformeerd als het zover is. Ja, dat is heel handig. Rooster brugklassers. Hoeveel uren heeft zo'n brugklasser en zijn er ook blokuren? Nou, er zijn veel blokuren waar dat kan, omdat je dan in die les een bepaalde verdieping kunt bereiken. Je hebt ook tijd om wat creativiteit te doen. Zeker de gymlessen moet je denken, is dat natuurlijk heel praktisch. Muziek. En ik kijk even richting meneer Gemmerzer, die staat bij jullie buiten beeld. Maar hoeveel uren draaien we? Je mag het gewoon even roepen hoor. Als we draaien 3 uur. Ja? Meneer Gemmerzer gaat meteen over LO praten, maar ik wil gewoon het totaal van de hele week weten. Maakt niet uit. Ja, een aantal lesuren. Ja, ik denk iets van 36 zat ik te denken. 34, iets minder zelfs. Nou ja, jij weet het misschien wel. Ik heb geen 24 idee. 24 of zo? 24. Kijk. Oh, dat klinkt wel heel aantrekkelijk. Dan ga ik ook... ik kom erop terug. Nick gaat nu tellen. Ik hoop dat we deze uitzending nog op terug te komen. Hij opent nu zijn rooster. Dat komt helemaal goed. Ik laat mijn mond maar eens dicht. Ja, nou eindelijk. Nee, grapje. Ik heb hier namelijk Charlize Stam. We zagen jou net in je filmpje. We hebben je kort gevolgd op een dag op het JDW. Maar kun je er eens wat meer over vertellen? Je bent nu een paar maanden, ben je eigenlijk al ervaringsdeskundige JDW'er aan het worden. Hoe vind je dat tot nu toe bij ons op school? Ja, heel gezellig natuurlijk. En je leert heel veel. Gelukkig. Ja, en de sfeer is goed. En de lessen. En de lessen? Sommige zijn leuk, sommige iets minder. Ja, maar hoort dat hoort erbij. Een klein beetje bij, ben ik bang. Ja, ja. Maar over het algemeen heb je het dus wel naar je zin op school. Ja. Super fijn. En wat vind je bijvoorbeeld het leukste om te doen als je een gemiddelde dag in de week voor je neemt? Wat vind je dan een van de leukste dingen op school? Ja, gym is leuk, maar muziek ook. Kijk, dat is fijn om te horen. En aardrijkskunde niet zo, hè, denk ik. Nou, wel iets minder. Nee, helemaal goed, joh. Is het een beetje wat je verwacht had, het JDW?
Ja, zeg je meteen. Wat had je dan verwacht? En wat zijn al je dromen uitgekomen? Vertel. Nou ja, het is gewoon een hele gezellige school. We kennen elkaar allemaal goed. En je kan hier gewoon jezelf zijn. Ja, en dat vinden we ook superbelangrijk, hè, dat je jezelf kunt zijn. Ja, mooi om te horen dat je je ook zo voelt. En welke dingen zijn wat minder? Ik bedoel, niet alles is leuk toch aan school? Dat zou een beetje oneerlijk van ons zijn. Zijn er dingen die wat minder zijn? Ja, soms... ja, aardrijkskunde iets minder. Oh, kijk aan! Maar soms dan moet je gewoon bijvoorbeeld van gym, van Reeweg en dan moet je snel naar school toe. Wat is Reeweg? Wat weten mensen misschien niet helemaal? Nou, Reeweghal is onze andere gymlocatie. Daar kan je gym hebben en ja. Het is heel groot, hè? Grote buiten, ja, grote heel binnenlocatie. Groot. Ja, daar kun je en hele in de toffe zomer dingen. Dan hebben we daar buiten gym. Juist, juist. Als het lekker weer is en ook als het minder lekker weer is? Nou, als het in de zomer regent, dan gaan we meestal wel binnen. Oh, oké. Okay. Nou, dat, kijk, dat scheelt dan weer. En wat is je allerlievelingsvak dat je denkt van, nou, dit vind ik toch zo leuk, daar kom ik mijn bed voor uit? Ja, aardrijkskunde valt af, wat we net gehoord. Ja, het zijn wel meerdere vakken, maar gym is natuurlijk wel leuk, lekker bewegen. Ja, mooi. Ja, muziek ook. Kan je gewoon... Ja, je hoeft niet stil te zitten. Gewoon... Ja, het scheelt, hè? Ja. Ja, er zijn wel wat vakken waar je wel stil moet zitten, natuurlijk. Ja. Engels vind ik zelf ook leuk. Heb je Cambridge Engels? Ja. Of regulier Engels? Kun jij dan eens over Cambridge Engels iets vertellen over jouw ervaring? Wat vind je ervan? Is het heel lastig? Is het juist heel leuk, heel praktisch? Wat vind je? Ja, heel praktisch eigenlijk. Oké. Okay. Ik vind het zelf wel makkelijk, want ik ben tweetalig opgevoed. Ah, dat scheelt. Ja, maar... sowieso andere leerlingen uit mijn klas, die vinden het ook leuk. En ja. Dus veel praten, hè? Veel presenteren, ja. Veel spreken. En we zijn nu ook bezig met een boek lezen. Welk boek willen we natuurlijk meteen weten? Want dan gaan de kinderen thuis meteen kopen. Percy Jackson en The Lightning Thief. Oh, dat spreekt ze ook wel heel mooi uit. Het is duidelijk dat zij goed Engels krijgen. Doe wij niet. Nee, toch, Charlize. We hadden het net al een beetje over huiswerk en leerwerk en zo, die toetsweken. Kun je daar eens iets over vertellen? Hoe is dat voor jou? Ja, wel fijn dat er natuurlijk geen lessen zijn dan. En we krijgen ook minder huiswerk dan de week daarvoor. Ja. En met het huiswerk, je moet je huiswerk goed maken, want dan hoef je minder te leren. Oh, het is net of je mijn mentorleerling bent. Het is mijn mentorleerling niet, maar ik zeg dat altijd. Als je in de les goed meedoet, dan scheelt dat het halve werk. En dat zeg jij dus ook? Ja, dat is echt zo. Nou, heel goed hoor. Ja. En in de studieruimtes kan je ook nog heel goed leren. Ja. Want ja, je kan of samen of in de stiltecabine. Ja, precies. Ja, en dan kun je dan ook... van alles natuurlijk ook wat hulp vragen bij de coaches die er zijn. Ja. Dat is allemaal heel erg fijn. Alright. Ik zit even te kijken waar wij naartoe moeten. Nou, we gaan naar mij, denk dan ik. Dan gaan we lekker naar jou. We gaan dankjewel, denk ik naar Charlize. Mij. Fijn om je te spreken. Vond ik ook. Ja, nou, dan pak ik hem hier even over. Ik heb geen nieuwe vragen meer van Beertje gekregen. Dus ik ga er even vanuit dat er misschien straks nog wat komt. Maar als jullie nog vragen hebben, wij zitten hier nog wel heel eventjes. Dat maakt ons het uit. 8 uur, ach. Bij de lessen hebben we wel een bel, hè? Dat is wel... ja, bij de lessen hebben we een bel. Nou, maar goed. We gaan nog even één laatste onderwerp in voor de mensen thuis. En dankjewel. Ik denk dat jij heel veel mooie informatie hebt gegeven nu. Wij moeten toch een schakelmomentje eventjes inlassen. Want wij krijgen nu, zou misschien even kunnen. Beertje, heb jij trouwens nog vragen? Kun je even overpakken? Ja, gekregen hoor. Nou, wil jij eventjes gewoon een vraag voorlezen? Dan kunnen wij even Tuurlijk. Nieuwe mensen aan tafel vragen. Ja, dat wilde ik net zeggen. Helemaal goed. Hebben wij ook sportklassen? Sportklassen, geen aparte sportklassen. Nee, maar meneer Gemser biedt heel veel mogelijkheden om flexibel om te gaan met als je... veel naast school wil sporten en natuurlijk gewoon goed onderwijs tegelijk wilt volgen. Precies. Dus we hebben geen specifieke sportklassen, nee. Maar we hebben wel veel mogelijkheden om school en sport buiten school te combineren. Ja, dus helaas geen sportklassen, maar nee. Ja, in ieder geval wel mogelijkheden om heel veel te sporten. Ja, en de lessen toch? Van meneer Gemsen zijn ook al een beetje topsport, hoor. Ze zijn al redelijk sportief. Ja. Ja. Ik doe er niet aan mee. Ik bedoel, ik vind dat ook heel leuk. Beertje, heb je er nog meer? Ja. Over de open dag van aanstaande zaterdag. Of die open, of die fysiek is of digitaal? Ja, helaas. Hè? Goeie vraag. Ja. Goeie vraag, maar wel een... helaas moeten wij allemaal ons houden aan de regels die we ons voorgelegd hebben gekregen. Dus wij zijn aanstaande zaterdag wel met een heel creatief programma te vinden.
via de website. Maar het is oprecht heel erg leuk, Frank. Ik weet niet of je al iets hebt gezien van wat we allemaal gaan doen. Meegewerkt zelfs. Nou, kijk eens aan. Bij de open dag kun je een hele rondleiding volgen door school. Ja. Je kunt een soort speurtocht doen. Je kunt docenten live via Teams spreken. Die zitten in hun lokaal om al je informatie te geven die je wilt. Dus er is echt heel veel. Het is echt een beetje alsof je door school wandelt. Ja, klopt ook wel. Maar dan wel achter je schermpje. Ja. Maar het gevoel is er bijna. Net als vanavond. Jullie zijn er gewoon bij. Weet je, dit is gewoon allemaal ieder vak schijnt zich voor te stellen, had ik begrepen. Ja, dus zeker. Je krijgt van alle vakken op school wel een verhaaltje mee. Ja. Dus, en kijk vooral op www.jdw.nl, want daar staat alle info en kun je je ook opgeven om mee te doen. Oké, tof. En we gaan dan gauw door, want we hebben weer mensen aangeschoven. Ja. Hoi, welkom. Wij gaan het hebben over MUN. Model United Nations. Mooi. Mooi uitgesproken. Ja, dat vind ik prachtig. Heel lang opgeoefend. Collega Martin Ras, docent Engels. En natuurlijk mijn gouden leerling Anouk Graal. Jullie zitten allebei actief binnen MUN. En ik ga uiteraard, ik begin maar even bij jou, Anouk, vind ik leuk. En daarna ga ik naar meneer Ras. Hè. Anouk, waarom ben jij bij MUN gegaan? Maar misschien vooraf, wat houdt het in? Wat is dat voor iets, MUN? Bij MUN ga je een paar keer per jaar naar andere scholen in het land om te praten over actuele kwesties die te maken hebben met de wereld. Je doet eigenlijk de Verenigde Naties na. Dus van tevoren krijg je een land aangewezen wat je moet vertegenwoordigen en verschillende problemen waarover je dan moet gaan praten als dat land. Zeg maar. Ja, het laatste kopje is verbinding. We zijn thuis in verbinding. Nou, chic kopje natuurlijk. Dat is natuurlijk een verbinding in de wereld. Hè? Ja. En we missen wel eens de verbinding. Heb je ook ambitie om in de toekomst iets te gaan doen? Want jij zit nou bij mij in de zesde. Ja, voordat ik bij MUN me aansloot, wou ik eigenlijk altijd geneeskunde gaan studeren. Ja. Maar eigenlijk na het eerste weekend was dat helemaal weg. En dacht ik van ja, dit is iets waar ik later echt mee verder wil ook. Kun je dat concreter al maken? Wat zou je leuk vinden? Ja, ik zou zelf ook heel graag bij de Verenigde Naties willen werken. Wow. Of bijvoorbeeld Amnesty International, zoiets. Gaaf, hè? Ja, leuk. Die ambitie ook, hè? Ja. Martin, wat is jouw rol? Nou, mijn rol is gelukkig vrij bescheiden. In de zin dat het project ooit is opgezet door een aantal zeer slimme vijfdeklassers, CQ zesdeklassers, die dat als profielwerkstuk hebben opgezet. Oh, dat wist ik niet eens. Nee, ja, die wilden dat echt in de school brengen. Die hadden er zelf van gehoord. Dat is iets van, nou, dat moeten wij gaan doen. Mm. Nou, gelukkig hebben ze dat fantastisch gedaan. En dat is eigenlijk verder uitgebreid. De afgelopen 3-4 jaar, zeker met hulp van de fantastische leerlingen. Maar dat wordt echt door leerlingen gedragen. En die organiseren eigenlijk het meeste, vormen het eigen bestuur. Ik ben eigenlijk min of meer een schakel op de achtergrond die hele praktische zaken regelt, zoals roosterzaken. Nou, soms contact met de oude vereniging, contact met de schoolleiding, dat soort zaken. Ja, en ik zit erbij natuurlijk om even met hun te brainstormen. Af en toe eens een keertje te kijken of alles in goede banen leidt of gaat eigenlijk. Maar het wordt vooral gedragen door de leerlingen. Dat is ook de kracht van MUN. Hoeveel zijn het er? Goh, 20 inmiddels. Ja. Hè? Ja. Gave rode truien. Je ziet het natuurlijk al bij Anouk. Hè? Dan zie ik dan af en toe de les van die rode truien. Hey, gaan jullie ook wel eens land uit? Of is het een rare, of heb ik niet opgelet net al? Nou, er zijn internationale conferenties. Oh. Maar jullie hebben wel eens een uitnodiging gehad, hè? Ja, we hebben wel eens uitnodigingen uit bijvoorbeeld München of Istanbul gehad. En het lijkt ons ook heel gaaf. Nou. Maar het is natuurlijk wel kostenplaatje. Ja. Qua regelen is het best wel lastig. Dus misschien in de toekomst. Ja, ja. En in welk jaar begint dit? Wanneer mag je meedoen? Nou, we gaan hopelijk nog in april wat organiseren voor heel de school, intern, zeg maar. Dus voor ook de aankomende leerlingen die nu in de eerste klas zitten. Dus eigenlijk voor de eerste, tweede, derde, vierde, vijfde. Waarbij we hopelijk een interne MUN kunnen gaan realiseren. Dus dat we een hele kleine simulatie gaan geven van hoe het nou eigenlijk is om bij zo'n conferentie te zijn. En dat je het een klein beetje ervaart. Nou, we hebben natuurlijk ook afgelopen jaar al behoorlijk wat PR gedaan, zeg maar. Dus er zijn ook best wel wat kinderen bijgekomen. En in principe zit het open voor iedereen die daar interesse in heeft. Leuk, joh. En gaat dit Engels? Het gaat allemaal in het Engels, ja. Dus wat dat betreft is het natuurlijk ook fantastisch voor, nou, voor jou, je Engelse taalvaardigheid. Maar ook bijvoorbeeld moet denken ook aan je sociale vaardigheid. Want je moet gaan, als diplomaat gaan onderhandelen, bijvoorbeeld. Is ook een gedeelte, je bent een gedeelte aan het public speaken, zoals ze dat noemen, oftewel je moet voor een groep praten. Dus onderwijl, terwijl het ontzettend leuk is, ben je nog steeds ontzettend veel dingen aan het ontwikkelen. Ja. Als aardrijkskundeleraar wil ik hier nog 3 uur over doorpraten, maar dat mag niet. Nee, dat mag niet. Ik wil graag nog even doorschakelen. Eerst naar Beertje en daarna doen we nog 1 laatste gesprek, als dat past in het schema van mijn gast.
Maar kijk heel eventjes stiekem die kant op. Ja, ik zie een duimpje, want er moeten ook wel eens kinderen van de sport worden gehaald. Dus het is net echt normaal mensenwerk hier. Je zou het niet geloven, hè, daar thuis. Maar we gaan eerst even naar Beertje. Beertje! Hallo. Hallo. Nou, pak jij hem eens over. Ik sta hier nu met Janissa en met Vincenzo. En die gaan praten over de maatschappelijke stage. En Janissa, wij gaan zo meekijken naar jouw stage op een filmpje. Maar kijk je er goed op terug? Ja, het was heel leuk. Ja? Ja. En kan je er een beetje wat over vertellen wat je daar moest doen? Ik moest daar vooral koffie maken. Gezellig met mensen kletsen en thee maken. Gewoon zulke dingen. En je kende niemand die hier werkt. Het was echt voor jou nieuw daar komen. Want dat is belangrijk bij de maatschappelijke stage. Ja, het waren vooral oudere mensen die daar kwamen. Er waren niet heel veel jonge mensen. En als het wel jonge mensen waren, waren het vooral kinderen, kleinkinderen. En Vincenzo, kun jij ons wat vertellen over wat de maatschappelijke stage nou echt is? Ja, nou dus de maatschappelijke stage is eigenlijk vrijwilligerswerk dat leerlingen volgen. Als onderdeel van het onderwijsprogramma van Dion de Wit. En ja, het is gewoon enorm leerzaam, maar bovendien ook heel leuk natuurlijk. Want ja, eigenlijk ga je buiten de muren van de school om, volg je dan een stage. En daarmee ja, leer je heel veel ervaring natuurlijk, voor wat je in de toekomst ook kan toepassen. En ja, dat is ook heel leuk natuurlijk. En wat deed jij voor stage? Ja, ik had wel een bijzondere stage. Ik was Piet in het Sinterklaashuis in Dordrecht. Was ik een dag Piet met een vriend van mij. Dus ja, dat is dan heel leuk om die kinderen blij te maken. En daarbij heb ik ook nog bij een BSO... Ik heb ook kinderen geholpen, dus twee keer kinderwerk. Zo, leuk. Nou, dan gaan we nu denk ik kijken naar het filmpje van Janissa der stage, denk ik. Nou, we zijn hier nu op het Vogelplein bij het Vogelnest. En dat is een plek waar je stage kan lopen, wat wij ook moeten doen in de derde klas bij Johan de Wit. Dat is een maatschappelijke stage en daar leer je heel erg maatschappelijk verantwoording nemen. En we gaan nu even naar Janissa toe en zij heeft hier stage gelopen en ze gaat wat over vertellen. Hoi! Sta je zo weer voor? Ik ben Janissa en dit is het Vogelnest waar ik stage heb gelopen. Tijdens mijn stage was ik begeleid door Esle Schrouwen, waar we vandaag een afspraak mee hebben. En vond je het leuk om hier stage te lopen? Ja, ik vond het heel gezellig om stage te lopen. Met heel gezellig met allemaal mensen die koffie komen drinken en gewoon een praatje komen maken. Nou, dat klinkt wel leuk. Zullen we naar binnen gaan? Ja. Hallo. Hoi. Oh, heel gezellig hier. Ja. Hallo, ik kom even hier zitten. Super. Kan jij ons wat vertellen over het Vogelnest? Ja, natuurlijk. Wij zijn het Vogelnest en wij doen het buurtwerk hier in de Vogelbuurt. En dat doen we in de vorm van een koffiebar eigenlijk. Dus hier kan iedereen uit de buurt, maar ook buiten de buurt langskomen. En een lekker kopje koffie halen. Leuk. En komen hier vaak mensen stage lopen? Ja, zeker. We hebben per jaar sowieso 4 mbo-stagiairs lopen. En we hebben nu sinds dit jaar ook meerdere maatschappelijk dienstuitstages gedaan via Johan de Wit. En dat was ook echt heel leuk om erbij te doen. Ja, deed Janice het een beetje goed? Ja, zeker. Ze heeft het hartstikke goed gedaan. Mijn collega's waren heel enthousiast. Nou, dat is goed om te horen. En zo bent u van plan om vaker mensen van het Johan de Wit aan te nemen? Ja, zeker. Vooral wat voor ons heel ideaal werkt is... in de vakanties hebben wij geen stagiairs, want dan hebben we die vakantie. En juist voor de maatschappelijke diensttijd komen de vakanties heel goed uit om ze te lopen. Dus dat is volgens mij voor iedereen voordelig. Ja. Nou, ideaal. Dat klinkt heel leuk. Ik zou er ook wel stage willen lopen, maar ik heb het al gedaan. Nou, dan gaan wij weer naar buiten en dan laten we het hier weer eens gangetje gaan. En nou, dat was hem voor vandaag. We hebben een beetje een kijkje genomen in het Johan de Wit en de bijzonderheden ervan. En we gaan weer terug naar de tafel. Doeg! En dag Beertje. Ja mensen, we hebben even de statistieken nog. En daarna dan schuif ik weer gezellig aan de tafel aan. En dan gaan we nog één gesprekje voeren. Overigens, als er nog vragen via de app binnen kunnen komen. We gaan proberen alles wat de komende minuten binnenkomt nog eventjes af te ronden. Hè? Netjes, ja. Zeker. Ja, gaan we zeker nou, statistieken, proberen. Als aardeskundeleraar is dit voor mij gesneden koek. Ik sta voor mijn bord mijn verhaaltje te vertellen. We zijn er al sinds 1253. De school had geloof ik de eerste zes eeuwen iets van 6 leerlingen in de school rondlopen.
lopen. Maar daarna is het wat harder gegaan en zijn wij wat verder gegroeid. Op dit moment hebben wij 767 leerlingen, staat hier netjes. Het is wel eens ietsje meer geweest, maar dit is wel voor ons gebruikelijk, het aantal leerlingen. 5 brugklassen, 6 brugklassen. Dat is eigenlijk elk jaar om en om wat wij hier aan aanmeldingen hebben. Dit jaar hebben we er 6, dus we zijn blij met de huidige inschrijvingen en onze leerlingen. Supergoeie leerlingen. 94 medewerkers, moet u niet denken dat 94 docenten zijn. Er zijn ook echt belangrijke mensen bij. Wij noemen bijvoorbeeld sommige mensen de klavigers, de sleuteldragers is dat voor een chic woord. Dat zijn onze conciërges. Wij zijn heel erg blij met de mensen die ons ondersteunen vanuit de administratie ook. En de mensen die ons gebouw schoonhouden en onderhouden. De mensen die allerlei digitale diensten doen, want we worden steeds digitaler. Wij vinden dit nu nog wat onwennig, maar ooit gaan we dit heel normaal vinden. Dus de digitale wereld gaat ook steeds verder en is het klaslokaal natuurlijk ook al binnengekomen. Dus inmiddels zijn wij daar al met z'n allen behoorlijk in geschoold. Dus 94 mensen, 93% gemiddeld percentage geslaagden. Denk je van, nou, dan heb je toch iets laten liggen misschien. Hè? Want we gaan voor de 100%, nou, daar gaan we ook wel voor. Betekent overigens niet dat de leerlingen die dus niet in één keer geslaagd zijn, het jaar daarop het niet hebben gehaald. Dit is met hard werken natuurlijk wat er op dat moment uitrolt. En wij zijn een school waar we kansen proberen te bieden. Dus wij hebben ook wel eens leerlingen die met heel hard werken het misschien niet in de eerste instantie net halen. Ik zou graag de volgende plaat willen zien. Kijk, dankjewel. Heerlijk geografisch plaatje. Doen hierna nog één kaart zelfs. Wat hebben wij allemaal? Nou, de demografie is bijzonder. Oftewel, we hebben het dan over jongens- en meisjesverdeling. En het meest grappige is dat we ook wel eens een jaar hebben gehad waarin het precies weer andersom is. Dus ja. Dat zegt ook niet dat het bij ons altijd zo werkt. Blijkbaar heel veel jongens in het gebouw in klas 1 dit jaar. En we hebben ook wel eens dat de verdeling totaal anders uitpakt. We hebben jaren met wat meer meisjes gehad. Nou ja, prima. 146 leerlingen, iedereen is welkom. En wij zijn niet zo ingewikkeld met jongens, meisjes. Iedereen wordt gelijk behandeld. 85% van de HAVO-VWO-adviesleerlingen. Die slagen, daar kun je natuurlijk van alles van vinden. Maar dat is wel een gegeven wat in ieder geval is bijgehouden. Dus de VWO-leerlingen 131 dit jaar dan in klas 1. 14 HAVO-VWO-advies en 1 HAVO-advies. En we hebben hier een hele lijst van plaatsen. Het leuke is dat zelfs leerlingen tot uit Hardingsveld, Ridderkerk, Rotterdam bij ons komen. Want ja, met de trein, je bent hier zo en vanaf het station is het 7 minuten lopen. Ik doe het zelf elke dag en jij ook, Steve. En dat gaat natuurlijk ook prima. Dus ook goede busverbindingen trouwens. Dus de school is gewoon heel goed bereikbaar en dat is een voordeel. We noemen dat zo'n mooie relatieve afstand. Die is niet zo groot vanaf heel veel plekken. En de laatste, de kaart. Ja, gaaf hè, de kaart. Hier Dordt zitten we. De stadswijken die zijn aangegeven in Dordrecht. En je ziet het bereik tot in stadswijken van Rotterdam. Een kaart van een jaar hiervoor. Dus we hadden daar 2 Rotterdammers. En je ziet tot in Numansdorp aan toe en zelfs een paar Brabantse plaatsen. Dus een enorm bereik eigenlijk dat deze school heeft. Dus Steve, ik ga weer naar jou. Ja, dat is goed. Ja, een enorm bereik. En als we dan weer even wat dichter bij ons hier aan tafel gaan kijken, dan zien we dat Fleur van Garderen aan is geschoven. Hey, goedenavond. Hallo, goedenavond. Jij bent voorzitter van de oudervereniging. Ja, daar mag je even iets over vertellen. Ja, dat is een hele leuke vereniging binnen school. We zijn er natuurlijk voor de ouders, het behartigen van de belangen van de ouders. Dat doen we op 2-tal manieren. De eerste manier is, het is eigenlijk het leukste, is het geld uitgeven dat de ouders elk jaar per familie aan ons geven. Ja, geld uitgeven is altijd leuk natuurlijk. Ja. En waar geef je dat zo al aan uit? Nou, Martin Ras heeft net verteld bijvoorbeeld aan het MUN. Daar doen we een bijdrage aan. Ook bijvoorbeeld aan Phoenix, aan de debatclub die we hier hebben. Ja. Dat zijn de vaste dingen. Ja, dat doen we inderdaad ook. We doen elk jaar, als er een open dag is, echt op school bieden wij het docentontbijt bieden we dan aan. Het is echt heel leuk, dan smeren we niet de broodjes, maar we regelen dat er brood is, dat er wat drinken is, wat fruit. En dan voordat de open dag begint, kunnen de docenten eerst wat ontbijten met z'n allen. En dan voordat de open dag begint, aan de slag gaan. Ja. De proclamatie natuurlijk, hè. De diploma-uitreiking voor de 6e klasses. Als het eind van het jaar bieden we een receptie aan. Dat komt elk jaar weer terug. Dus dat is echt heel erg leuk. Dus ja. Aan de ene kant geld uitgeven. Aan de andere kant willen we ook heel erg de rol van klankbord oppakken. Dat we echt namens die ouders spreken als we met de schoolleiding praten. 1 keer per 6-8 weken. Ja, dus eigenlijk zoals je de leerlingenraad hebt die er voor de leerlingen is. Ja. Hebben we de oudervereniging die er ook voor de ouders is. Ja. En is er iets waar jullie echt trots op zijn dat jullie dat bereikt hebben als oudervereniging? Is er iets waar je extra blij mee bent van dit is ons gelukt? Of, Nou, wat
Wat ik zelf heel fijn vind is, als je de rol van klankbord wil vervullen, is dat je echt dus namens de ouders praat, dus namens alle klassen. Ja. We zijn bijna vertegenwoordigd door alle klassen. Okay. Alleen klas 1 nog niet, dus dat is direct een oproep aan de ouders van groep 8 kinderen die volgend jaar hier aanschuiven, ja, hopelijk. Precies. Meld je aan bij de oudervereniging, want dan kun je inderdaad echt namens alle ouders praten. Ja. En je vraagt iets hè, waar we trots op zijn, in het kader van een klankbordrol, bijvoorbeeld heel recent gebeurd, de vorige week de algemene ledenvergadering, die is ook elk jaar. Ja. Daar was de schoolleiding ook bij aanwezig, ouders waren vertegenwoordigd, bestuur van de oudervereniging zelf natuurlijk. En een onderwerp dat best lang is besproken is, was het hybride lesgeven, hybride vorm van onderwijs. Zeker in deze tijd van quarantaine, mensen die ook ziek zijn. Nou, school heeft duidelijk uitgelegd en gemotiveerd waarom ze daar niet voor hebben gekozen destijds. En onlangs hebben we allemaal een brief gekregen dat school uiteindelijk daar toch over heeft gekozen. Nou, dat noemen we dan wel een klein succesje dat, nou ja, door de inspraak van de ouders, dat het uiteindelijk inderdaad toch wel is gelukt. Ja, dat denk ik ook. En dat is ook heel belangrijk, hè? Ja, we hebben opeens grote groepen recent door die laatste versie van die gekke ziekte natuurlijk ervoor zorgde dat we veel kinderen thuis hadden. Ja, dan is hybride natuurlijk voor jullie kinderen en onze leerlingen belangrijk. Ja, laat ook denk ik zien hoe betrokken leerlingen en ouders dus ook zijn bij de school. Ja. Dus iedereen vindt het gewoon belangrijk om zijn steentje bij te dragen en ook deel te zijn van dat thuisgevoel. Ja. Dat is dus ook op deze manier. Dat is altijd mooi om te zien, vind ik. Zeker. Ja. U bent voorzitter van de oudervereniging. U hebt dus ook kinderen nog op school. Ja. En wat is uw ervaring? U ziet het natuurlijk van meerdere kanten dan. U bent niet alleen ouder, maar ook op die manier betrokken. Hoe ziet u dat? Wat voegt dat voor u toe? Ik vind het belangrijk om als ouder zijnde betrokken te zijn bij je kind op school. Of dat nou op de basisschool is, ik heb daar nog een jongen, de jongste dochter daar zitten. Of op de middelbare school, waar ik inmiddels twee kinderen hier op rondlopen. En wat je dan ziet is dat de kinderen lopen dan tegen bepaalde dingen aan. Ik noem bijvoorbeeld de toetsrooster, welke stof krijgen ze op. En dat kunnen wij dan aankaarten in die oudervereniging, of in het overleg met de school bedoel ik, van nou, hoe staat het daarmee? Wat kunnen we doen om het te verbeteren? Dat is wel heel erg leuk om op die manier daarmee bezig te kunnen houden. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Kijk eigenlijk van twee kanten mee. Ja. Tof. Ik denk dat, tenzij er nog vragen zijn... Ik ga gewoon over naar onze razende reporter, want die knikt ja in de verte. Beertje, we hebben misschien nog wat vragen. Kun je nog eentje op ons afvuren? Ja, we hebben nog een vraag. Drie vragen. Ja. Krijg je in de brugklas al Cambridge Engels en hebben wij Duitse Goethe? Ja, we hebben heel goede vragen, joh. Oh, kijk eens aan. Je hebt zeker zelf geen Goethe. Nee. Ja, was ook een of andere... Nou ja, maakt ook niet uit, joh. Die schreef ook een boek. Ik maar heb inderdaad, laten we bij de eerste vraag beginnen. Cambridge Engels al in klas 1, inderdaad. Ja. Even camera 2. Cambridge Engels inderdaad ook al in klas 1. We hebben overigens niet alleen Goethe Duits, ook voor de kinderen die het alleen willen kiezen, die zich willen verdiepen, verbreden. Soms zelfs iets van het programma willen versnellen, eerder examen willen doen. Dat kan namelijk ook in het geval van de talen, de moderne vreemde talen. Als je lekker meedraait en heel goed bent in je talen, dan kan dat. Hè? Dus dat is super. En bij Frans hebben we ook nog iets, nou, dat heet DELF. En niet Delft, maar DELF. En dat is ook inderdaad een programma om de moderne vreemde taal Frans te verdiepen, te versnellen, te verbreden. Ook met een examen, allebei afgesloten inderdaad. Beertje. Wat onderscheidt onze school van andere gymnasia in onze omgeving? Nou, misschien dat Fleur hier iets aan toe kan voegen. Wat is jouw ervaring daarmee? Wat denk jij hierover? Nou, ik heb geen vergelijkend materiaal met andere gymnasia. Ik kan natuurlijk alleen voor Jon de Wit praten, want ze zitten allebei hier op Jon de Wit. Ja. Maar wat voor beide kinderen gold, was dat ze wel de drie middelbare scholen hier hebben bezocht. Ze komen allebei hier binnen en hadden zoiets van, ja, hier voel ik me thuis. Zonder dat ze hier les hadden gehad ooit. Gewoon sliep hier binnen, in deze grote ruimte. En ze voelden hier zich direct thuis. Bijzonder. Dus dat is wat ze allebei inderdaad allebei hadden. Ja, heel belangrijk denk ik. Ja. Als ik mag aanvullen, kleinschaligheid is denk ik bij ons een kracht. Nu zijn er meer categoriale gymnasia die ook hartstikke goed zijn en kleinschalig. Ik denk dat wat ons ook onderscheidt is een ontzettend sociaal, sterk en gezellig docententeam. Dus wij drinken straks nog een kopje koffie en we hebben dan de grootste pret met z'n allen, want we zijn samen hecht. En dat thuisgevoel is ook meer dan alleen maar... natuurlijk het zakelijke, maar ook gewoon een team wat het naar zijn zin heeft. En dan functioneer je met z'n allen beter. Ja, dus dat denk ik dat het ook echt wel voor leerlingen te merken is. Ik kijk even naar Beertje met een schuin oog of zij dat dan ook wel zo ervaart.
Ja, hartstikke gezellig hier altijd. Beertje was met ons op de Griekenlandreis erbij en dat was het heel gezellig. Hè? Ja. Jammer dat we daar geen tijd voor hebben, want daar kunnen we wel even over kletsen. Ja, er was al een filmpje van Quinn net. Oh, dat is gezellig. Over de Griekenlandreis blijven praten. Dus ja, wat onderscheidt ons? Ik denk kleinschaligheid, gezelligheid, betrokkenheid, zorg. Zorg voor de leerlingen. Ja, hè? Zeker. Een vangnet. Beertje, heb je nog meer vragen? De laatste praktische vraag is, wat zijn de kosten voor de ouders in de eerste jaren? Ja, nou, ik heb geen idee eerlijk gezegd, Beertje. Dus, ik ben ook niet zo van de cijfers. Nee, Fleur, van de cijfers? Nou, volgens mij is dat zo rond de 140, 150 euro. En dat is dan wel exclusief de bijdrage aan de oudervereniging zelf. En die is 30 euro per gezin. Dus 140 euro plus 30 euro ouderbijdrage. Ja. En overigens zijn er allerlei wettelijke eisen aan wat je aan ouders mag vragen. Daar zit natuurlijk ook nog een ruimte in van niet alles is verplicht, moet ik dan ook netjes zeggen. Dus daarin moeten wij als school ons ook gedragen zoals dat hoort. Dus er wordt gevraagd ook een vrijwillige bijdrage te leveren. Waardoor ook dingen kunnen, want ja, als je die niet levert, dan wordt het een stukje minder gezellig. Ja. Ja, dan kunnen we net iets minder spannende en leuke dingen doen voor de jeugd. Dat waren jouw vragen zeker, Beertje? Ja, dat was hem vanaf hier. Dan gaan wij jou nu sowieso vanaf deze plek alvast denk ik bedanken. Ja, want, ik vond het hartstikke gezellig. Ja, je hebt het hartstikke goed gedaan, joh. Je kan zo onze rol overnemen. Ja, we hebben onze vervanger al gevonden. Ja, ja, we volgens heel blij mij ook, hè? Ik kom erbij zitten, hoor, volgende keer. Goed zo, dankjewel. Ja, we willen afsluiten met de ervaringsdeskundigen. Twee oud-leerlingen van het JDW. Dat zijn Sophia van Bakel en Jacob Derwig. En de laatste kennen wij inmiddels natuurlijk als, spoiler alert overigens, de winnaar van de slimste mens. Zij gaan vertellen wat het nou eigenlijk betekent om een JDW'er te zijn. Nou, dus daar gaan we. Start de film. Hallo achtste groeper. Ik ben Jacob Derwig. Ik ben acteur. Misschien heb je hem wel eens gezien op televisie. Ik speel in televisieseries, zoals Klem. Misschien heb je me wel eens gezien bij De Slimste Mens onlangs. En dan heb je kunnen zien dat ik behoorlijk veel dingen wist. En als je je nou afvraagt hoe dat komt. Nou, dat komt omdat ik op het Johan de Witt Gymnasium in Dordrecht heb gezeten. Echt waar. Ik heb daar oneindig veel dingen geleerd. Alles wat ik nu nog weet van de Franse taal, bijvoorbeeld. Mevrouw Nat, mijn lerares op het Johan de Witt. Ik had een geweldige leraar Nederlands die me aan het lezen heeft geholpen. Ik had een andere geweldige lerares die me aan het toneelspelen heeft geholpen. Dus ik ben die school oneindig veel dank verschuldigd. En misschien is het ook een school voor jou. Ik denk het wel. En wie weet zit je later ineens in een stoel bij De Slimste Mens. Het kan maar zo. Met Johan de Witt. Top. Hoi. Beste toekomstige JDW'er, mijn naam is Sophia van Bakel en ik ben 28 jaar. Tevens ook oud-leerling van deze prachtige school. Na het Johan de Witt ben ik gaan studeren aan de Technische Universiteit Delft. Dit heb ik inmiddels succesvol afgerond. Met een ingenieurstitel op zak ben ik terechtgekomen in de civiele techniek, de sector wegenbouw. We zeggen altijd in ons vakgebied, alles blijft goed zolang je maar een stevige en krachtige fundering hebt. Dat is precies wat het Johan de Witt Gymnasium voor mij heeft betekend. Het Johan de Witt Gymnasium heeft mij tools gegeven om voor altijd te kunnen gebruiken. Ik kan het inmiddels weten. Wil jij ook die krachtige en stevige fundering waarbij ieder talent tot zijn recht komt? Kies dan voor het JDW. Zo, hey. Steef, dat was hem. Ja, aan alle leuke dingen komt een eind, zei je net al. Ja, aan alle leuke dingen komt een eind, want ik vond dit echt hartstikke leuk om te doen. Ik ook. Heel veel geleerd. Ik hoop jullie thuis ook. En ook van iedereen weer even wat gezien. Ja. Een heel klein kijkje in het JDW. En kom absoluut ook naar onze open dag. Komende zaterdag. Je kunt online op www.jdw.nl kun je alle informatie vinden. En kom dan vooral nog een extra kijkje nemen op school. En als het vragen op heeft geroepen en die zijn nog niet beantwoord. Ja. Richting Nick Gemser, onze coördinator. Allemaal op de website te vinden. www.jdw.nl Ja. Voor mij was overigens het erg leuk om te zien hoe ontzettend veel dingen er gebeuren. Ja, je geeft hier je lesje, maar je bent natuurlijk zelf eigenlijk niet continu ervan bewust. Wat er omheen een soort wespennest is. Of nee, bijenkorf, dat klinkt vriendelijker. Iets heel gezelligs in ieder geval. En leerzaam. Ja. Ja. Ik vind het wel leuk. Ik denk van nou, er zijn best dingen. Als ik jong zou zijn, dan zou het voor mij wel uitdagingen bieden. Dus ik hoop ook gewoon voor jullie als jonge lui en ouders daarvan dat we iets hebben kunnen bijdragen aan, je kennis over ons schooltje. En wij voelen ons hier thuis. Ja. Precies. U een hele fijne avond te wensen. Ja. Hopelijk tot zaterdag. En tot ziens. Tot ziens. Dankjewel allemaal. Nou, dan gaan wij zo naar
another broken plate, another called off date. We never seem to.